vol van zotternij, vol van lekkers en vol van spelletjes allerhande. Dus u zal zich niet vervelen. Ik mag deze CC-variété hosten, presenteren, zo u wil. Omdat ik ook van Sint-Niklaas afkomstig ben. Ik ben wel vertrokken, sorry daarvoor, maar ik kom hier wel heel graag terug. In deze zaal waar ik toch ook wel een beetje een dubbele band mee heb. Maar waar ik heel graag vertoef. Want cultuur is nodig. En we gaan cultuur tot in uw huiskamer brengen. Als u goede wifi hebt, tenminste. Maar dames en heren, het is ook interactief, want dat is ook theater. U kan roepen naar dit scherm zoveel u wilt, maar ik ga u niet horen. Maar als u wil gehoord worden, dan kan dat. Want rechtsboven ziet u een icoontje, daar kan u een chatvenster installeren. En dan komt er een chatvenster vrij en daar kan u dus live met ons chatten. Dus liver dan dat kan niet op deze dinsdag 15 december 2020. Het formale derde jaar 2020, waar cultuur toch broodnodig is, maar jammer genoeg geen publiek toegelaten is. Maar we gaan daar verandering in brengen. Ik ga dat niet alleen doen vanavond. Ik word daarvoor niet genoeg betaald. Ik heb daar iemand voor gevonden om mij bevallig te assisteren. Iemand met een link met Sint-Niklaas. Wat die link is, laat ik hem straks zelf vertellen. Maar u kan hem kennen als de man uit Terug naar Oosterdonk. De man uit de prachtige serie De Infiltrant. Hij speelt ook een fantastische rol van twee zinnen in de film Halfweg van Geoffrey Enthoven. Maar hij is vooral bekend als theateracteur. Vroeger bij De Onderneming en nu bij Lazarus, ook wel bekend als Arsenaal Lazarus. We kunnen hem ook kennen als de broer van Dieter, de broer van Peter, de broer van Friedel. Maar mag ik u warm applaus vanuit uw living, vanuit uw badkamer, vanuit uw keuken voor de enige echte theatermachine, de theaterlegende, helemaal live vanuit Sint-Niklaas op dit prachtige podium. Groot applaus voor de enige, maar zeker ook de echte, Gunther Lesage. Gunther Lesage, dames en heren, kan u kennen van prachtige rollen. Hij zit jammer genoeg niet in de succesvolle serie Blackout, ook niet in de serie GR5. Hij was wel even te zien in Chaussée d'Amour met pruik. Hij heeft ook een Emmy gewonnen, daarover zal hij straks van alles te vertellen hebben voor de prachtige hitserie Wat Als. Maar hij is ook gewoon een gedroomd voorbeeld voor mezelf. Ik heb ooit ook nog theater gespeeld en ook hier op dit podium gestaan. Maar de man die het meest op dit podium gestaan heeft, zal waarschijnlijk wel Gunther Lesage zijn. Gunther Lesage, dames en heren. Gunther. Dag Joris. Voilà, Gunther. Voilà, wij geven geen handen. Wij doen dit in de cultuursector. Ja. Hoe gaat het met jou, Gunther? Ja, beter en beter. Welkom op het podium van het cultureel centrum van Sint-Niklaas. Beter bekend in de mond van het volk als de Stadsschouwburg. Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Daar staan we. Ja, we zijn hier niet alleen. Nee. Er zijn veel technici, maar er is geen publiek. Wat doet Gunther Lesage zonder publiek? Ja, wat doe ik zonder publiek? Lezen thuis, films bekijken, series bekijken. Voilà. Bellen met mensen en ook stiekem repeteren aan nieuwe voorstellingen. Het toeval wil dat we daarvoor twee sofa's hebben. Ah. Wat zeg ik? Vier sofa's. Ah. Waarvoor deze twee andere sofa's zijn, dat zal ik straks nog vertellen. Ja. Maar deze sofa kan u gebruiken als Zitmeubel. Waarvoor het uiteindelijk ook bedoeld is. Fantastisch, ja. Dus mag ik vragen. Van de sofa, die is binnen, hè? Toch? Voilà. Dat is niet binnen. Donald Nuilen, maar dat is Donald Sofa. De Riemaker. Inderdaad, sofa. Ja. Goed, we gaan op drie gaan we zitten. Ja. Ik tel af. 1, 2, 3. Voilà. En dan gaan we zitten. Dat is het eerste hoogtepunt van de avond is gepasseerd. Ja, dat is al dames en heren, Gunther Lesage. Gunther, het zijn lastige tijden. Ja, dat is waar. Jij staat bekend als een groot theateracteur. Is dat zo? Ja. Ik vind dat wel. Ja, dat is niet alleen fysiek. Ja. Ja, alleen fysiek. Ja. Maar ik heb u veel zien spelen. Ah, ja. Want maar jij hebt stage gedaan bij mij ooit. Hè? Jij bent begonnen bij mij. Voilà, je mocht dat verhaal eens vertellen aan de kijkers van CC Varieté. Dus naar die camera kijk ik dus, hè? Nu. Ja. Klopt. Naar die camera. Deze camera. Ja. Deze camera, ja. Ondertussen is de klok aan het luiden. Dat betekent dat het klokslag 8 uur is. Ah, voilà. Dus dan zijn we te vroeg begonnen eigenlijk. Voilà. Ja. En we gaan even kijken of er al
nieuws is. Ja, voilà, chatberichten. Chimba de programma. Ja, van Andres Valencia. Ze zijn aan het kijken van, in Valencia. Tessa Goossens is heel benieuwd, bijvoorbeeld. Voilà. Annemiek Maas zegt, hoi Sven. Voilà, het is Gunther, maar Sven is ook goed. Sven? Mogen we jou Sven noemen? Tuurlijk. Sven Lesage, ja. Broer van Friedel. Klopt. Hoe is het met Friedel? Goed, ja. We hebben dezelfde ouders. Okay. Dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar het is begonnen bij haar geboorte. Okay. En dan dat is gewoon verder gegaan totdat ze nu... nog altijd mijn zus is. Hè? Ja. Prachtig. Ja. Zeg Sven, hoe bekend zijn je met dit podium? Wel, ik heb hier wel al vaak gespeeld. Vooral met Lazarus, zoals je daarnet zei. En het is toch altijd fijn om hier te staan. Ondanks het feit dat ik iedere keer als ik hier speel, toch zeg van, ha, die zaal is toch wel heel diep. Ja, ja. Want onder acteurs is dit een moeilijke zaal. Dat is een moeilijke zaal. En waarom is het een moeilijke zaal, Gunther? Wel, het is een moeilijke zaal in die zin dat je, als je dus een voorstelling speelt, en omdat de zaal redelijk diep is, dan denk ik dat de mensen die vanaf halverwege zitten en zelf... op het balkon, dat het toch voor hen moeilijker is om die kleine poppetjes hier te zien staan op het podium. Maar het is wel een goede zaal voor dansvoorstellingen. Ik heb hier ook dansvoorstellingen gezien. Mijn dochter heeft dans gedaan, hier ook op het podium. Ja. En dus voor de grote gebaren is dat een fantastische zaal. Maar je bent ook een acteur van de grote gebaren. Ja, ik heb dat geleerd. Ik wou zeggen van we gaan eens kijken naar een filmpje, maar dat hebben we niet staan. We hebben geen beeldfragmenten van jou gevonden, omdat theater... op beeld meestal ook niet werkt. Nee, dat is waar. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Nee, ik vind perfect wat je zegt. Ja. Dus het is wel een groot gebaar van jou om dat niet te tonen. We gaan straks nog verder vertellen, want het is razend interessant. Ja. Ik ben heel blij dat je er bent. Zijn je er klaar voor? Ja, absoluut. Ik zie hier nog een reactie van Pieter Jan Lenses, die zegt ambiance. En Pottenderm, dat is Sinterklaas's voor... dat gaat hier fantastisch vonken geven. Ah ja, Pottenderm. Ik ben Pottenderm toe, dat wil zeggen, ik ben vriesdat. Ah, oké. Okay. Maar wat je niet zei op dit... Nee. Maar ik ben bloednuchter, want ik wist dat ik u ging ontmoeten. Fantastisch. Gunther Lesage is hier nog heel de avond bij ons en gaat van alles doen wat wij zeggen. Zijn daar klaar voor? Ja, absoluut. Het eerste is een beetje een spek naar uw bek. Ah. Gunther, ik ken u ook een beetje. Nog even, waarom zeg jij hier in Sint-Niklaas? Want ik had eigenlijk gezegd tegen de mensen, ik ga iemand uitnodigen die een band heeft met Sint-Niklaas. Ah, ja. Wat is jouw band met Sint-Niklaas? Wel, ik heb lang in Gent gewoond en ik moest op een bepaald moment naar Antwerpen en dan ben ik hier afgereden en dan ben ik hier komen wonen. Nee, het is zo dat mijn vrouw is van Sint-Niklaas. Ja, ja. En uw vrouw, welke naam heeft uw vrouw? Hoe heet uw vrouw? Even denken. Karen is dat. Karen. Dat is Karen. Ja. Karen de Wolf. Karen de Wolf. Van de Wolf op het Heimanplein. Dat zou kunnen, ja. Ja, voilà. Nee, inderdaad. Haar familie heeft daar een winkel gehad vroeger. Voilà, de winkel de Wolf. Voilà, oké. Okay. Dus, attributen voor in de keuken. Wij geven dat maar mee. Het zijn allemaal belangrijke puzzelstukken die u zeker nodig heeft voor de... prijsvraag helemaal op het einde van deze show. Dus onthoud heel goed wat we zeggen, want het kan belangrijk zijn, dames en heren. U kijkt naar CC Varieté, de eerste, dus het kan nog van alles, van allerlei dingen mislopen. Maar wat niet mis kan lopen, is dat Gunther Lesage hier is. Hij is nog altijd de broer van Sven en van Friedel, Dieter en Peter. Dat klopt, hè? Ja. Voilà. Ja, ik ben ook zelf Sven, hè? Maar goed. Ja, dat is goed. Goed, Annelies van Wetteren krijgt ondertussen de groeten van Chica de Kok. Chica, feliciteert dan met uw voornaam. Chica? Ja, Chica. Dat is vrij Chica. Ja, ja. Dat is eigenlijk het Spaans voor meisje, hè? Wist je dat? Chica. Want Sinterklaas, ik weet niet of ik dat weet, maar Sinterklaas was heel lang geleden ook Spaans. Oké. Okay. Je ziet, Gunther is van alle markten thuis, niet alleen van de podiumkunsten, waar nu toch wel waar nu een beetje op zijn gat ligt. Hè? Ja. Wat ging jij nu op dit moment aan het doen zijn, Gunther? Wel, op dit moment, op dit eigenste moment... Als er geen COVID was? Eventjes niets. Ik heb gelukkig nog kunnen spelen in september en oktober. Maar ik ben nu aan het schrijven aan een solovoorstelling. Oké. Okay. Ja. Over die solovoorstelling wil ik het straks hebben, maar ik wil nu graag tijd maken voor uw lievelingsspel. Absoluut. Uw lievelingsspel, waarvan ik vermoed dat jij weet welk spel ik bedoel. Ja. We gaan het hebben vandaag over... Bongi. Bongi, inderdaad. En dat is Spaans voor bingo. Inderdaad. En we gaan bingo spelen vanavond. We gaan dat een paar keer doen, dus wees gerust. U kan zeker in de prijzen vallen. Als u nu niet in de prijzen valt, kan u misschien later op de avond in de prijzen vallen. Het wordt een zotte avond waar u misschien niet alleen met prijzen naar huis gaat, maar ook met het telefoonnummer van Sven Lesage.
We gaan bingo spelen, Gunter. Ja, voilà. Heb je daar zin in? Absoluut. Ik zou zeggen, zet u klaar aan de bingo-machine. Ik ga ondertussen aan de mensen thuis, die niet van de jaren 80 zijn, even uitleggen wat bingo precies is. Hoe mag zit ik het in elkaar? De bingo aanzetten nu? Nog even wachten. Hij is iets te ijverig, mijn assistent Gunter Lesage. Ik leg even uit. Bingo is een spel waar we een kaart op het scherm toveren. Dat kan u straks zelf doen. Ik zal dat straks even uitleggen. Daar staan allemaal cijfers op. Wij gaan hier balletjes laten verschijnen. Die gaan allemaal verschijnen. Mijn bevallige assistent haalt daar af en toe een balletje uit met een cijfer op. En u moet zo snel mogelijk de cijfers op uw bingo-kaart vinden, die aanduiden. En als u in de eerste ronde de bovenste hoeken en de onderste hoeken gevonden heeft, dan kan u bingo zeggen. Dus hoe zit het in elkaar? In de rechterbovenhoek ziet u een icoontje, daar staat op bingo-kaart. Die kan u vergroten, krijgt u uw persoonlijke bingo-kaart op uw scherm te zien. Misschien even wachten, dan krijgt u dat te zien. Voilà, ik kijk even op het scherm. Hier staat Andres Valencia zegt, vamos a jugar bingo muchachos. Voilà, bingo komt in orde. In ieder geval, u ziet, als alles goed loopt, uw persoonlijke bingo-kaart staan. Daar staan allemaal cijfers op. Gunter gaat straks balletjes, een zestal balletjes in de eerste ronde uit deze machine toveren. En de cijfers, die moet u invullen op jouw persoonlijke bingo-kaart. Ja? Als u de beide hoeken van boven en van onder gevonden heeft, dan drukt u gewoon op het bingo-knopje en dan verifiëren wij hier of dat waar is. En dan bent u de winnaar van de eerste prijs van vanavond. Ik hoop dat dat duidelijk is. Was dat duidelijk voor u, Gunter? Dat was heel duidelijk. Of heb je niet geluisterd? Nee, wel, ik heb geluisterd. Ja. Zeer goed uitgelegd trouwens. Dank je wel. Ik heb alles op een kaartje staan. Ja, klopt. Ik heb er niet... staat gesprek dus, sidekick. Ik heb geen kaartjes, hè, Joris. Voilà. Wat ik zeg is gewoon puur improvisatie nu. Hè. Dat is prachtig. Voorbereid, hè? Zeggen ze tegen jou niet vaak van... maar is dat niet moeilijk, tekst van buiten leren? Ja, heel vaak. Ja. Ja, iets te vaak. En wat antwoord je dan in de foyer na het optreden? Wat is moeilijk, zeg ik dan. Mooi. Wat is moeilijk. Mooi antwoord. En dat kan je alle kanten mee. Trouwens ook, Joris, sorry dat ik dat even nog zeg, maar heb ik daarnet gezegd dat Chico een meisje was, maar het is dus Chica eigenlijk. Hè? Ja, voilà. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Chico is eigenlijk het mannelijke meisje. Chico. Ja. Chico en Chica. Ik citeer nog even Dirk van Driessen, die jij wel kent als de... Als de voormalige directeur, programmator eigenlijk van deze... Maar ondertussen met pensioen en ondertussen vervangen door iemand... Ook heel bijzonder. Anders, door iemand. Voilà. Die heeft gereageerd. Bedankt, Dirk van Driessen. Dirk van de Merkt, jij komt straks aan de beurt. Maar fijn dat je reageert hier vanavond. We zijn hier nog altijd in Sint-Niklaas voor de CC-variété. En het zal een lange avond worden, maar het is een zotte avond. U mag het machine... Aanzetten? Machine ook. Aanzetten. Ja, voilà. Bingo-machine. De bingo-machine. Oké, okay, daar gaan aanzetten. We dan. Voor dit plechtige moment. Voilà. Ik zet hem nu aan. En ik moet hier aan deze hendel trekken. Klopt. En helemaal. Dan vallen alle trokken door. En op, voilà, we en zien hier al de eerste visuele pretmachine. En de balletjes kennen de vrijheid. En het is nu aan mijn bevallige assistent om er zes balletjes uit te nemen. En het eerste winnende balletje is het nummer. Kan je dat duidelijk zien? Ik denk het wel. Het is een belangrijk nummer, want daar start alles, namelijk het cijfer 1, dames en heren. 1. Het eerste balletje heeft het cijfer 1. Ongelooflijk toch, Joris? Voilà. De eerste keer dat jij hier stond, dat was met? De eerste keer dat ik hier stond op dit podium. Oh, dat was met, dan moet ik eens goed nadenken. Dat is al heel lang geleden. Geen probleem, denk maar even na. En neem een ander balletje uit de machine, want bingo moet natuurlijk vooruit gaan. Daarom heet het ook bingo. Het tweede getal is opnieuw een groen balletje en met het magische nummer... 14. 14, en 14 is het rugnummer van de enige echte legende. Johan Cruijff. En ook. Natuurlijk. En Dries Mertens. Dries Mertens, inderdaad. En Joris Hessels, ooit nog bij Beltzeelige voetbal. Nee, bij Vos Reinhard, waar ook jij gespeeld hebt. Inderdaad. Gunter. Maar daarover later vanavond veel meer. We gaan over naar het derde balletje. 14. Voilà. En dan het volgende balletje. Vos Reinhard, inderdaad, Pieter Smet. Is een witballetje. En dat luistert naar de naam. 32. 32. 3 en een 2. 32. 32. 32. Wat is dat in Spaans? Wel, 32. 32, want zoals u weet, Sven Lesage, oftewel Gunter Lesage, heeft een buitenverblijf in de Pyreneeën, de Spaanse Pyreneeën, dat klopt, hè? Dat klopt, de Spaanse Pyreneeën, ja. Voilà, u kan daarvoor ook inschrijven. Op de website Spaansepyreneeën.com. Voilà, Lazarus, vzw.be.
Volgende cijfer. Volgende cijfer is het cijfer 43. 43, de leeftijd van Gunter Lesage. Inderdaad. Toen hij... toen ik 43 was. Voilà, dat is vorig jaar. Hoeveel hebben we? 2 punten heeft Stefanie van Damme. Wat konden we weer winnen? We gaan straks zeggen welke prijzen u allemaal kan winnen. Maar ik beloof u, beste Stefanie, het zijn prachtige prijzen. En ik zeg dat niet vaak, maar het zijn prijzen om... prijs tegen te zeggen. Om u tegen te zeggen. Voilà. Joris, het volgende winnende cijfer is het cijfer 46. 46. 46. Hoe oud ben jij, Gunter? Ik ben, laten we zeggen, ongeveer, dat is even tellen, 3 onthouden, 7 aftrekken. dat is toch een achttal jaar ouder dan dit cijfer. Oké. Okay. Ja. Goed. 46 was het, en we gaan nog eens herhalen. Kan je nog even herhalen, Gunter? Ja, dus de winnende cijfers zijn voorlopig... Ja, 1, Pieter Jan, dit is helemaal speciaal voor jou. 1, dan... 1. 14. 14. Dan hebben we ook nog het cijfer 32. 32. Dan hebben we ook nog het winnende cijfer 43. 43. En we hebben natuurlijk ook nog... 46. Het vijfde getal, 46. En als ik mij niet vergis, moet ik nog een balletje trekken. Nog eentje gaan we trekken in deze ronde. Maar geen nood, als er geen winnaar is, spelen we gewoon straks verder. We gaan nog 5 keer bingo spelen. Alleen nog 4 keer, want er is al 1 beurt voorbij. Joris, ik heb een rood balletje met 2 dezelfde cijfers. En dat is het getal 22. 22, dames en heren. Ik kijk even in de zaal, maar daar zit voorlopig niemand. Want 22. Er mag niemand binnen in deze zaal. Maar misschien thuis wel winnaars. Ik zie niks verschijnen. 22 is het zesde cijfer. 22, ook gekend als de helft van... 44, dames en heren. Maar dat was niet het cijfer dat we zochten. Dat was wel 22. Wel degelijk. Nathalie Verhofstede krijgt geen bingo-formulier. Nathalie, even checken. Rechtsboven is normaal een icoontje bingo-formulier. Dat klikt u open en dan krijgt u normaal een bingo-formulier. Een persoonlijk bingo-formulier waar u straks nog mee kan spelen. U mag de machine afzetten, want ik word natuurlijk helemaal gek van dat geluid. Vele Kuppen zegt bijvoorbeeld, ik voel mij hoe langer, hoe ouder worden door dat bingo-spelen. Dat is een mooie zin. Wil je daar nog iets over zeggen, over dat Nederlands, Gunter? Want... Het Nederlands van Vele Kuppen is ja, bijzonder. Nee, ik weet, jij staat vaak op scène. En wat jij wel belangrijk vindt, ja, is taal. Hè? Taal is heel belangrijk, ja. Waarom vind je dat zo belangrijk, Gunter? Omdat taal een, vind ik persoonlijk, een manier is om te communiceren met elkaar. Kijk, sommige dingen moet je ook niet te veel uitleggen, dames en heren. U kijkt nog altijd naar CC Varieté en daar zijn we heel blij om, toch, Gunter? U Absoluut. Mag zich eventjes zetten. Ja, want, natuurlijk. Mag ik eens in de zetel springen ook? Natuurlijk. Spring maar even in de zetel. Hopla. Het is een zotte avond. Het zal nog zotter worden, dames en heren. Want ik had, wij hadden u een culturele avond beloofd. Ja. En die culturele avond, daar gaan we het nog altijd van uit. En bij cultuur hoort kunst. En kunst, dat is niet altijd makkelijk om dat, bij, ja, om dat laagdrempelig bij de man te brengen of aan de man te brengen. Maar daar hebben wij iemand voor, dames en heren. Kom maar even mee. Wij hebben een kunstenaar uitgenodigd die het perfecte midden houdt tussen laagdrempelig en hoogheuvelig. Dames en heren, het is een kunstenaar die vanavond een werk zal maken dat tegen het einde van de avond af zal zijn en dat u kunt kopen voor een goed doel. Wat het goede doel is, dat zeggen we straks, maar dat het een culturele organisatie betreft, daar kan ik u nu al mee verblijden. We gaan even door deze deur, want deze deur gaat open. Het is theater. Deuren gaan open, deuren gaan dicht. Maar de deur van het theater gaat in dit geval open. En dames en heren, ik leid u naar de enige echte Veronique. Oh. Hello. Hello, Joris. Hello, Joris. Hello, Joris. He doesn't say hello. Hello, hello, Veronique. Oh, hello, Joris. Yes, you look how are you? Today. I am very nice. Thank you very much. Yes. I'm not standing so close to you. No, because that is a song from the Police. Yes, yes. Voilà. But thank you for being here. That, not that song, another song. Another song. Another song. Yes, thank you for being here in Santa Claus. Roxanne! Oh, not that song too, eh? No. Another song. Yes, another song. Thank you for being here in Santa Hello, Claus. Hello, I haven't introduced myself to the lovely viewers at home. Hello, my name is Veronique. But recently, I have changed my name. So now, you can call me Vincent van Gogh. Voilà. Voilà. Thank you very much for being here. It is a pleasure.
I hope you did find it very easy, Sandy Claus, because it has the biggest market. Yes, I came on as water pit. Yes. Yes. Okay. What are you going to do, Mr. Venkov? Okay, well, I am going to erect myself to the viewers, if you don't mind. Yes. Because tonight I will do again some wonderful practicement of the art of erasing. What am I going to do? I have a lovely painting, a lovely picture, and I'm going to erase it. This time, it is a beautiful painting. It is, well, it is not the original painting, I must be honest with you, because the original painting hangs in the city halls of St. Nicholas, but this is a wonderful copy made by a wonderful artist called Frank Xerox. You see, a lovely reproduction, and it is made in 1831 by the famous artist called Joseph Dennis Oudewaarde. He painted it in 1829 and he died in 1830. Huh? Because his own painting, it caused cancer. Who will say? I don't know. The painting, it shows, who is this? Can you see this? Hey, the man with the beautiful red dress. This is Willem the First. Willem the First, also known as Orange William. You know, Orange, not Orange Donald from the United States, but this is Orange William, Willem the Orange, and he was the first chef of the Netherlands and Belgium before it was Belgium and Luxembourg. It was something all together. And here you can see, here he is crowned by all the notables and the important men from I don't know where, and now here he is the boss of the Royaume-Uni, the Netherlands, Darligan, and French and Hollands speaking too. This is his oath of legging, you know? You see it? Huh? He does his oath of legging, his eat of legging. So I'm going to erase the total picture. But of course, I am going to begin here with Mr. Orange William, and because it is the oath of legging, I will start by erasing his legging first. As you can see, you can't see his legging because he has his beautiful red frock over it, but with a bit of imagination and a bit of wonderful white erasing paint, we can, through his red coat, through, we can erase his legging, of the eight of legging. So I guess here is his leg. All right, so we have here, you see it? You see it, this is here, his left leg, with the little, it's a sock, it's a ghost. He won't be rimming tonight, huh? It's too late, it's 1829. So this is his left leg from the legging. And here, I guess, here is his, yes, his right leg and his feet from the legging. So in the art of erasing, we always start with the legging first. If the painter depicts the oath of legging of some orange idiot. Okay, now you can see, where's my belly? My belly is gone. Oh, now I have a Zuckbrook. I'll put my belly a little bit higher. But of course now, he's the first boss of the Netherlands and everyone can see his legging. So second of all, we are going to erase the eyes of all the people that are watching him, so they can't see his legging anymore, because a man's legging, that's his own private matter. So now, all these 64 or 86 or 95 people, we are going to blind them. We are going to erase their eyes. Voila, you don't look anymore, eh, you little kissock?
This one too. It's going to take a while. But when I return, you will see everybody is going to be blind. And he can stand in his legging without any shame. Joris, it's over to you, I presume. Thank you, Veronique, for the beginning of the art of erasing. Straks nog veel meer Veronique of Mr. Vincent van Kaff. Maar nu gaan we verder met CC Varieté, waar u nog altijd naar kijkt. En u kan reageren. We zien hier allerlei fantastische berichten binnenkomen op de chat. Dus blijf vooral reageren. Geen nood, de bingo-kaart zal straks opnieuw verschijnen als we bingo spelen. Maar dat is voor straks. Nu zit hier nog altijd Gunter Lesage, Gunter Dorst. Klopt. Ja, wel een beetje eigenlijk. Ja. Iets drinken? Ja, ja. Is er iets aanwezig? Ik zou zeggen, pak het zelf. Het zit hier in de emmer. Ja. Vind ook een aftrekker en een chipje. Maar wacht nog eventjes, want ik ga nog iets zeggen. U kijkt nog altijd naar CC Varieté vanop het podium in de Stadsschouwburg in Sint-Niklaas. U weet wel, de zaal die iets te diep is om helemaal tot van achter te geraken met de natuurlijke stem. Maar als je getraind bent, zoals Gunter een getraind acteur is, zou dat moeten lukken. Maar we zijn in Sint-Niklaas en ik ben geboren in Sint-Niklaas. In de Stadskliniek, toen nog. Nu is dat allemaal gefusioneerd, maar daarover later veel meer. In ieder geval, het is lang geleden dat ik in Sint-Niklaas geweest ben. En ik zou graag willen weten wat er leeft in Sint-Niklaas. Klaas, Achterdouwkerk, Crèmerie François, Alex Callier, hoe is het met hem, met Jean Dont op dit moment. Ik wil het allemaal weten en daarom heb ik iemand uitgenodigd om vliegend te reporteren. En die vliegende reporter, als alles goed is, heb ik daar nu contact mee. Hallo Evelien, hoort u mij? Ja, Joris? Ja, inderdaad, het is Evelien hier en wij staan hier in de Stationsstraat, de winkelstraat van Sint-Niklaas en wij gaan op zoek naar interessante mensen om te interviewen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vroeg me af, stel nu, morgen vroeg wordt wakker en hoort op de radio dat corona weg is. Het is allemaal terug zoals we kennen van ervoor. Wat is het eerste wat je terug gaat doen? Ah, elkaar eens goed knuffelen en een kus geven. Jullie ook? Ja. Naar mijn oma, mijn opa, naar mijn moeder en mijn moeder. Ja, omdat het dan terug mag. Ja. Goh, het eerste wat ik zou doen, dat is mijn kinderen en mijn kleinkinderen bij mij thuis uitnodigen. Dat zou het allereerste zijn. Ja. Ik denk dat er gewoon een heel last van mijn schouders af zou vallen, om heel eerlijk te zijn. Een gevoel van vrijheid en weer vrij kunnen ademen. Ja. Ik ga gaan feesten. Doei. Ja. Ik denk naar mijn oma en mijn opa op bezoek gaan. En ja, terug afspreken met vrienden om nog iets bij te babbelen wat ze nou allemaal hebben gedaan. Het eerste wat ik zou doen, ik denk sowieso terug op restaurant gaan, concertje meepakken, terug gaan sporten. Ik denk dat dat wel mijn belangrijkste stappen zouden zijn. Ja. Ja, zijn er naast al die dingen nog echt dingen die je gemist hebt tijdens corona? Ik denk wel iedereen zal antwoorden, familiaal contact. Ik wil zeggen, kerstmis vieren alleen is nooit leuk. Dus ik denk dat zal ik wel. Dat zijn van die belangrijke dingen die altijd meetellen. Ja. Ja en nee. Ik bedoel, de vrijheid om te mogen gaan en staan waar je wil. Ja. Maar eigenlijk heb ik niet zoveel gemist omdat ik schilder ook. En ik heb meegedaan met honger. Dat is een tentoonstelling hier in het Stem. Ja. Die door corona is. Dus je hebt u daar vooral goed mee kunnen bezighouden? Heel goed bezighouden. Het gezin heeft heel veel opgevuld, maar je mist wel van eens andere mensen te zien. Van na de voorstelling in de foyer nog iets te kunnen drinken en napraten met andere mensen. Dat heb ik zeker en vast gemist. Ja. Een koffietje gaan drinken. Mm. Met mijn mama. Dat mis ik wel. Ja. Ja. Mijn hobby. Dat mis ik wel. Een vriendenknuffel. Zo van die dingen. Van die kleine dingen wel. En ken je de stad Schouwburg? Van Sint-Niklaas? Ja, hier achter de hoek. Ah, ja. Ja, ja. En weet je wat de mascotte is van de stad Schouwburg? Nee. Wat is de mascotte? De eenhoorn. Echt? Ja. Gingen jullie naar het theater of met school? Ik denk het wel. We deden wel uitstappen en zo, dus. En nu gaat dat ja. Ja. Want kennen jullie de stad Schouwburg van Sint-Niklaas? Ja. Ja? Weten jullie wat de mascotte is? Nee. Onthoud goed, zin. Eenhoorn. Maar kende wel de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas? Ja, dat is zo. Naast de muziekschool. Ja, en wat is de mascotte daarvan, weet je dat? Is dat niet zo'n eenhoorn? Ja, dat is een eenhoorn.
Hier ze, daar ze. Ja, Joris, dan gaan wij terug over naar de studio. Terug over naar jou. Dank u wel en bedankt voor ja, dat licht op Sint-Niklaas even te laten schijnen en die prachtige bewoners toch ja, in de kijker te zetten. Daar ben ik heel blij om. En nu weet ik toch weer wat er leeft in Sint-Niklaas. En alsof dat nog niet genoeg is, heb ik hier iemand zitten die weet wat er leeft in Sint-Niklaas, omdat hij er zelf leeft. Gunther, je bent hier nog altijd? Ik ben hier nog altijd, ja. Is er hier graag? Ik ben hier graag, ja. Ja. Ja, ja, wat vind je eigenlijk van een decor? Ik vind het heel mooi. Ja. Ja. Ik vind het echt heel geloofwaardig. Geloofwaardig ten eerste, vind ik heel belangrijk, geloofwaardigheid. Ja. Het, is, het heeft een soort realisme, maar niet hyperrealisme. Ja. Stel een kerstboom. Ja. Het is gezellig, ik vind het echt gezellig. En jij bent er, want ik ben een enorme fan van jou. Hè? Echt? Dat je dat weet? Nee, dat wist ik niet. Dat wist ik je bent begonnen met een stage bij ons. Ja. In een van mijn eerste gezelschappen in de onderneming. Je hebt al verschillende gezelschappen gehad. Ja, ik heb er vier gehad. Ja. Ja. Ik heb ze al vier weer afgegeven. Ja. Maar jij deed stage en... jij volgde toen Robbie Claire. Ja, ja en, maar die was te snel, dus, voilà, dus ben ik jou beginnen volgen. Ja, voilà. Zeg, het leuke aan het theater is de borrel achteraf. Klopt, maar ik ben er toch al mee begonnen eigenlijk. Voilà. Als dat niet erg is. Waarvan acte. Dankjewel, Gunther, om nu al het bier op te drinken. Maar je bent meer dan welkom. Maar je gaat het niet cadeau krijgen. Nee. Vanavond. Ah. Je gaat ook wel iets moeten doen. Ah, okay. We hebben nu uitgenodigd. We hebben nu ook dik betaald. We mogen dat zeggen. Hoeveel krijg je hiervoor betaald? 40 pesos. Ik word betaald in pesos nog. Maar voor mij is dat echt geen enkel probleem. Omdat jij een buitenverblijf hebt in Spanje? Spaans Pyreneeën, ja. Voilà. Blijkbaar. Ja. Spaanspyreneeën.be? Com. Voilà, daar kan je dus zien wat er met je belastingsgeld gebeurt. Want daar gaat het uiteindelijk over vanavond hier in Sint-Niklaas. Gunther Lesage is een begenadigd theateracteur. Ik denk een van jouw meest fantastische rollen, volgens mijzelf, is in de voorstelling Het Dikke Schrift en Het Bewijs. Ah. Heb je dat hier gespeeld? Inderdaad, ja. Daar stuurde je op aan. Was dat mijn eerste voorstelling hier? Nee, helemaal niet. Want je weet van niets. Ja. Het Dikke Schrift en Het Bewijs hebben we hier gespeeld, ja, in Sint-Niklaas. Het was ook met Robbie Claire trouwens. Klopt. Ja. Mooie voorstelling die jammer genoeg niet meer speelt. Want er mag ook nu op dit moment geen theater gebracht worden. Nee. Het is een lege zaal hier. Maar Gunther, ja, we gaan een spel spelen. We gaan het jou niet gemakkelijk maken. Ah. Ik heb hier een rad staan. Oké. Okay. Ja, met dat natuurlijk maandag het Rad van Fortuin begint. Heb ik hier al een klein rad. Het begint maandag? Het begint maandag op 4. Ja. Maar er zijn ook andere leuke programma's. Vanaf 4 januari de weekenden op Canvas. Maar dat wist u ongetwijfeld al. In ieder geval, dit is een rad. Daar staan 4 opdrachten op. Okay. U draait aan dat rad, beste Gunther. En ik lees wat de opdracht is. En die opdracht ga je dan moeten vervullen. Want hoe gaat dat dan? En ik mag nu nog niet kijken wat... Nee. Je mag gewoon draaien. Dat is een verrassing. En ik zal het met mijn theaterstem luid en duidelijk verklaren. Oké, okay, spannend. Dus we gaan... van start met het draaien aan het rad. Gunther Lesage, dames en heren. Daar gaan we dan, hè. Hopla. En u kan reageren. En we zijn vertrokken. Top collega's. Oeps, was het bijna vergeten, zegt Benny de Moor. Benny de Moor, voilà, die we kennen als Benny de Moor. Dames en heren, ook familie van Bob de Moor, ook een theateracteur. Is dat echt zo? Klopt, dat is de broer van Bob de Moor. Maar daarover later meer. Hij is... nog in een proces verwikkeld, dus daar mogen we gelukkig niet te veel over vertellen. Over Benny. Ja. In ieder geval, we hebben een opdracht voor jou. Okay. Een mop vertellen. Een goede mop. Ah. Dat is dus de opdracht voor Gunther Lesage. Goed. Een goede mop vertellen. Ik zou zeggen, neem daar je tijd voor, maar je hebt geen tijd. Nee. Dus moet je moet hem nu instant. Gewoon instant even voortbrengen. Ja. En op de chat kan er dan gezegd worden of hij grappig was... Of net niet. Dus voilà, Gunther, vertel eens een goede mop. Spannend. Een tijdje geleden stond ik aan een tramhalte. En naast mij stond er een vrouw. Vrij lelijk, moet ik zeggen, als ik daar zo eerlijk in mag zijn. Mm-hmm. Ik kende ze niet. Heel lelijk, een beetje vettig haar. Weinig tanden ook. Ze had een... het klinkt misschien een beetje raar, maar ze had een papegaai op haar schouder. Mm-hmm. En ik zeg, ja, wat heb jij nu op je schouder? Vroeg ik aan die vrouw. Die vrouw zei, ja, als je kunt raden wat op mijn schouder zit, dan mocht je vanavond met mij naar bed, zei ze. En ik zei, ja, moeilijk. Ik denk een... ik zei, ja, ik denk een...
Een beer? Zit er een beer op je schouder? Ja, zei ze. Nee, maar ik reken het toch goed. Ja, dat is een applausje waard. Ik zou u graag een volmondig applaus geven, maar er zit niemand in de zaal. Het is een lege zaal. We zitten hier wel met een crew die de mensen niet zien. Maar Chica de Kok, beter bekend als de Spaanse vrouw, de kok. Is dat zo? De kok is een achternaam die veel voorkomt, Niklaas. Maar Chica vindt het dus een goede mop. Gunther. Goeie mop. En ook een smiley van Arlinde. Arlinde en Chica, dankjewel voor je reacties. Dankjewel ook voor de mop. Graag gedaan. Die op een schaal van 1 tot 10 toch een vlotte 7 waard was. Dankjewel, Gunther. Had je hem al gehoord? Met een A. Ik had hem al gehoord. Maar toch moest je lachen. Maar niet zo goed verteld. Want dat kan je. Dankjewel. Ja. Zelfs een oude belegen mop goed vertellen, dat kunnen er maar weinig. Maar Gunther Sage heeft het nu gedaan op 15 december 2020. Omstreeks, ik heb geen horloge. Heb jij een horloge? Ja, ik heb een horloge. Ja. Het is iets na 8:30. Iets na 8:30. We lopen uit. Geen probleem. Oké. We gaan naar, het is tijd voor iets anders. Van haar mama. Ja. Oké. En ook van die winkel van het Heijmanplein? Of? Ik denk dat het trouwens een ander plein is, maar dat is die familie. Ja. Hier is het Heijmanplein, het is onze Lieve Vrouwkerk. Weet dat daar? Ja. Maria Verguld. Onze Lieve Vrouwplein? Ja. Het Onze Lieve Vrouwplein, dames en heren. Ja. En veel zotter dan dit moet het niet worden. Maria Verguld vond ik een betere mop dan daarnet. Hè. Echt wel? Ja? Dat is geen mop. Nee, dat is gauw, hè. Maar soms is de waarheid grappiger dan ik ga even deze microfoon nemen. Voilà, dat praat makkelijker. Margot en Laura, wat doe jij in het leven? Ik werk voor Revue Interim. Revue Interim? Ja. Wat is Revue Interim? Het eerste dat we altijd zeggen is dat we geen echt interim kantoor zijn. Okay. Wij zoeken dus niet naar werk, maar wij zoeken naar vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België. Om zo'n beetje mensen en organisaties samen te brengen die anders waarschijnlijk niet samen zouden komen. En dus ook in Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas probeer ik dat te doen, samen met nog collega's. Want het is ergens anders gestart? Het is in Gent gestart. Gent gestart, waar veel dingen starten. Ja. Moeten we toegeven, ja. Nee, maar ik ben blij dat het toch in Sint-Niklaas... Ben je nog aan het luisteren? Ik ben aan het luisteren. Ik ben ook een beetje de feeds aan het volgen. Om daar straks nog iets over te zeggen. Want ik heb een hele grappige zin gezien. Maar ik kan luisteren en lezen tegelijkertijd. Ongelooflijk. Ik heb dat geleerd in de jaren 90. Misschien daarom uiteindelijk. Gunther Sage. Doe maar diplomeerde theateracteur, maar ook in luisterbodus. Bezig, Joris. Dank je. Ik heb af en toe een steuntje in de absoluut, rug nodig. Een absoluut. Duwtje, maar als het ware. Maar ik laat u vooral praten, want jij bent eigenlijk de gast. Ik heb de fiches, er staat niks op, maar zijn wel fiches. Jij bent eigenlijk de host, hè? Dus ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat jij aan het woord bent en dat ik eigenlijk zo weinig mogelijk praat en zo weinig mogelijk doorpraat. Okay. Want uiteindelijk zit jij degene die de mensen ontvangt, die de gasten ontvangt. Okay. En niet ik. Hè? Nee. Dus het heeft helemaal geen zin dat ik aan het woord ben, maar het gaat vooral over de vraag die jij stelt. Oké, okay. Margot, Revue Interim, hoe lang zijn we daar al mee bezig hier in Sint-Niklaas? Bijna 2 jaar nu. 2 jaar. Ja. En hoe loopt het tot dusver? Is er vraag naar? Want hoe gaat dat in zijn werk? Mensen dienen zich aan bij jullie voor vrijwilligerswerk? Of hoe gaat het in zijn werk? Dus langs beide kanten. Nieuwkomers in de heel brede zin van het woord komen bij ons aankloppen omdat ze graag vrijwilligerswerk willen doen. En om dezelfde reden komen organisaties bij ons aankloppen omdat ze vrijwilligers zoeken of omdat ze het vrijwilligersbestand dat ze hebben, dat vaak... zonder in clichés te willen spreken, nogal wit en gepensioneerd is, omdat ze dat wel willen diverser maken. Ja. Margot, jij bent niet alleen gekomen. Nee. Wat belangrijk is in de dag van vandaag. Hè. Heb jij je knuffelcontact meegenomen? Of heb je het over iemand anders? Spijtig genoeg is Laura mijn knuffelcontact niet. Wij moeten het met de ellebogen doen. Maar Laura is een van onze stervrijwilligers, mogen we wel zeggen. Die al sinds het prille begin in Sint-Niklaas erbij is. Oké. Okay. Laura, welkom. Dankjewel. Jij bent vrijwilliger bij Revue Interim. Ja. Hoe ben jij bij Revue Interim terechtgekomen? Mag ik in Engels zeggen? Tuurlijk. Het is ook... Gunther zal vertalen. Het is ook internationaal. Er luisteren ook mensen mee van Valencia, dus dat is geen probleem. Je mag in het Engels praten. Oké, we start with Revue Interim sinds mei 2019, so also almost 2 years. Oké. Okay. And the first time I met them, they came to the center where I live. Okay. And
I always say I'm very grateful with Ref Interim because they give us the chance to help here in Belgium and to just go out from the routine. So that's why I really like to do the volunteer work with them, and it's always really nice to join with them. And are you volunteering right now at the moment with an organization? No, because of Corona, we cannot do a lot of things now. But yeah, sure, if I can do something, Margot knows I'm there for it. Margot, we zijn in de decembermaand. Dan moet er altijd toch een beetje nagedacht worden van wat mogen we nog wensen? Wat zouden we Refu Interim nog mogen wensen? Wat zou je nog kunnen gebruiken, ik zal het zo zeggen? Nog veel meer mooie samenwerkingen in Sint-Niklaas. Mm-hmm. We werken al met superveel toffe organisaties samen. Uiteraard in iets meer in niet-coronatijden dan dit jaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer organisaties met ons zouden kunnen samenwerken. Want hoe meer organisaties of evenementen met onze vrijwilligers willen werken, hoe meer dat wij onze vrijwilligers werk kunnen geven, natuurlijk. In Sint-Niklaas zijn er heel veel nieuwkomers en we hebben 2 opvangcentra hier en gewoon heel veel leuke nieuwe mensen die hier wonen. En vrijwilligerswerk is eigenlijk een super fijne manier om uw stad te leren kennen, om de mensen in uw stad te leren kennen, om uw talenten te benutten en om gewoon eens iets plezant te doen. En dat kunnen we dit jaar zeker gebruiken, of na dit jaar, als alles hopelijk ooit voorbij is. Dus als je ons dat kan wensen, dan zouden wij heel content zijn. Oké, dan gaan we jullie dat wensen. Blijf nog even zitten, dames. Willen jullie iets drinken? Would you like to drink something? No, it's okay. Really? Yeah. Because Gunther is pleased to serve you. There is water, there is beer, and there is water, eh? Yes, and there is also Cola Zero. Yes, it's without... Not because it's necessary, eh? But because there is original Coke, yeah. Coca-Cola, yes. And Coca-Cola Zeros. What do you think of Joris, his English? Yes, yes, very good English. Do you speak Spanish? Because her Spanish is... Hablas español. Hablas español. Para también, sí. Para comer, para beber. Sí, para beber. Agua está bien. Sí. Agua está bien. Agua sin gas, con gas? Sin gas. Sin gas. Y Margot? Para mí también. ¿Qué quieres? Sí. Sin gas? Voilà, Gunther Sage is niet alleen van alle theatermarkten thuis, maar ook van de Spaanse markt. Dames, blijf even zitten. Siéntate. Sí, siéntate. Tranquilo. Oké. Okay. Sí. Laura, alsjeblieft. Voilà. Sorry dat ik u even afdek. Dat is helemaal niet erg. Gunther Lesage. U hoorde het net, Refu Interim. Zeker in de gaten houden, want een fantastische organisatie. We gaan verder met ons programma. Terwijl Gunther hier in mijn beeld komt gestaan. Circuspunt. Circuspunt riep jullie via de sociale media op om massaal deel te nemen aan een challenge. En de challenge voor... Slappelaar. Dat is slappelaar. Het zijn vermoeidheid. Het zijn lange dagen geweest. Dat de challenge voor vandaag was ergens rond of aan of tegenhangen. Ik kan het nog eens herhalen. Fijn slappelaar. Iedere keer als je slappelaar hebt, dan gooi je met... Majorette Bolle. Dankjewel. Graag gedaan. De challenge voor vandaag, dames en heren, was ergens rond, aan of tegen hangen. En we gaan eens kijken, dames en heren, hoe jullie het ervan afgebracht hebben. Hallo allemaal, mijn naam is Bavo. Ik ben circusartiest van beroep en ook lesgever in de circusschool van Sint-Niklaas. Circus, punt. Helaas is deze momenteel gesloten, dus moet ik als artiest andere plekken zoeken waar ik een beetje kan rondhangen. In dit filmpje zien jullie deze plekjes. Single action on me.
mijn favoriete plekjes om rond te hangen. Maar wat zijn die van jullie? Vind ze, maak hiervan een filmpje en stuur die op naar info@ccsint-niklaas.be. En wie weet komt jouw filmpje wel op CC Variété. Tot ziens! Goedendag. Ze hebben mij hier gevraagd voor een uitdaging. Hoe zeg je? Ja, juist. Een challenge. En een challenge is om rond te hangen. Nu, ik heb al veel gedaan, rondgehangen. Ik kan dat ook goed. Dus challenge aanvaard. Start. Ja. Hé. Hey. Ja. Met dat weer, hé. Hey. En met die dagen. ja, het is allemaal dat niet. Maar er is wel veel van dat bij, hé. Hey. Ja. Ja. Is het al goed voor de challenge? Ja, oké. Dank u. Fantastisch. Heel straf. Merci aan iedereen die iets inzond en meedeed aan de eerste challenge. En dan is het tijd voor de volgende challenge. En die kan ingezonden worden voor 17 december. Want dat is de dag... Over 2 dagen is dat. Dat is donderdag al. Schrijf in uw agenda, want dat is eigenlijk de tweede CC Variété. En je kunt dat dus inzenden voor 17 december. En dat is donderdag, want dan is het de tweede... De tweede verjaardag van... CC Variété. Voilà. Ja. Met een andere sidekick. Maar wie dat gaat zijn, dat vertellen we later wel. Maar de challenges waar u dus aan kan meedoen, de challenges... Jongleer met zoveel mogelijk verschillende materialen. Ik herhaal, jongleer met zoveel mogelijk verschillende materialen. Kun je dat vertalen in het Spaans? Dat is heel moeilijk, maar ik zie dat Andres Valencia schrijft... Laura puede bailar muy bien. Aha. Laura puede bailar muy bien. Laura... Wat zoveel betekent als, heeft dat goed geklapt? Ja, nee, Laura kan heel goed dansen. Dansen? Ja. Bailar. Bailar is dansen. Ja, dat was vroeger mijn nat overgaan, bailar. Bailar. Dat is nu tegenwoordig dansen. Dansen. Goed dat jij dat even tentoonspreidt. Ja, want dat kan je dan toch ook weer goed, hè? Naast toneelspelen, naast Spaans. Ja. Toch ook dat jongleren. Prachtig. Dat is de volgende challenge voor 17 december. Dan is het nu tijd om terug van bingo te doen. Dus neem allemaal je persoonlijk bingo-formulier er terug bij. Want we gaan bingo spelen en we gaan nog altijd de 4 hoeken zoeken. Dus de bovenste hoeken en de onderste hoeken. 4 hoeken zoeken we. En dan bent u de winnaar van de enige echte eerste ronde en de eerste prijs van deze bingo. Ben je klaar voor het bingo-apparaat aanzetten, Joris? Te activeren, Gunter Lassage, want dat kan hij ook. Daar gaan we. Hebben inderdaad, men. Eerste balletje, van boven, Joris. Op het formulier en van onder, in die hoeken. En het eerste cijfer, Joris, is het cijfer 21. 21. 21. 6 cijfers gaan we deze keer uit de machine halen. Het eerste cijfer is 21. 21. En dat is de leeftijd bijna van Laura, denk ik. Of Laura, niet? Is bijna jouw leeftijd? Ja, ik ben 23. 23. Oké. Okay, min 2, dat is 21. En dat was het eerste cijfer voor de bingo. Joris, ik heb een tweede balletje. Het tweede winnende cijfer is het cijfer... 28. 28, in het Spaans is dat 28? 28. Joris, ik heb weer een rood balletje. In het Spaans is 28. En het derde cijfer is het cijfer 3 en 0, dat is 30. 30, inderdaad. Dat is... 30.
Ja, toen was ik nog geen vader. Nu heb ik 4 kinderen. Voilà. Het kan snel gaan in het leven. En dus ook hier bij deze bingo. 30 was het... Het vierde cijfer ondertussen, of het derde cijfer? Het vierde cijfer komt de helft van het vierde cijfer, namelijk het cijfer 2. 2! Cijfer 2. We hadden al... voilà, Matthias Loire heeft eindelijk Nanook af. Yes, als er maar Nanook. Van u geen Nanook af is, ook Niels Nijs zegt, er is al een hoek gepasseerd. Nu die andere hoek nog, en dan zijn we vertrokken. 2 was het. Volgende cijfer. Volgende cijfer, het vijfde cijfer is het cijfer 33. 33. Tegen de leeftijd van... Jezus Christus, dames en heren. Jezus Christus, en mijn vroegere overbuur is ook mee aan het kijken. Wouter Moerloze, dankjewel om erbij te zijn. Helemaal vanuit Belzele, alwaar mijn ouders ook wonen, als mijn ouders kijken. Ik zal vanavond iets later zijn, want ik woon ook helemaal niet meer in Belzele. Joris, ik heb denk ik het laatste balletje hier. De zesde bal. Is het cijfer... 31. 31, dames en heren. We hebben 32 gehad, we hebben 33 gehad en nu dus 31. 31. En ik zie nog altijd geen formulier. En voilà, dan gaan wij gewoon verder. Geen nood, dames en heren. We gaan winnen, we gaan spelen tot er winnaars zijn. Harlinde, bijna 4 op een rij. Is er ook een troostprijs voorzien, Jerika? Er zijn prijzen genoeg voor iedereen. En de troostprijs is... dat wij dit voor u, cultuurliefhebber, aan het doen zijn. Maar daarvoor moet u blijven verder kijken. Tijd voor iets anders. Voilà, u zag iemand in beeld, maar dat is ook allemaal live. Het is theater, televisie, het is een happening. Ja, okay. Allee, het kan van alles zijn, maar het is vooral iets waar u nu op dit moment naar kijkt. Waarvoor oprechte dank. CC Varieté vandaag, donderdag en volgende week dinsdag nog op uw favoriete streamkanaal. Een computer, een scherm, u noemt het maar op. En u bent aan het kijken. In ieder geval, het is tijd voor iets heel bijzonders. Iets heel cultureel, iets heel ontroerends. Dames, hebben jullie daar zin in? Iets heel ontroerends. Iets heel, hoe zeg je dat in Spaans? Ontroerend? Met emotion? Touching. Tocar. Tocar. Keur ik goed. Kijk naar de jury. En die is weg. En dat is niet voor niets. Want onder mij, onder dit podium, gebeurt er van alles. Want onder mij staan, als alles goed loopt, 2 dansers van het dansgezelschap Gran Vat. Geoffrey Anane en David Kinkela. Die gaan hieronder een ware dance battle houden. Een bailar. Bailar? Si. Normaal zouden ze in oktober hier op dit podium gestaan hebben, maar jammer genoeg, voor alle artiesten kan dat dus niet. Daarom laten we ze graag nu aan het woord, of het is te zeggen, we geven ze graag het forum dat de streamkanalen aan kan. Dames en heren, ik ga even horen of ze aanwezig zijn. Muchachos! Klaar? Voilà, we gaan ze aan jullie tonen. Zijn jullie er klaar voor? Zet jullie schrap voor de one and only Gran Vat. Hier zijn ze, live op je streamingkanaal. Suffer! Wooden flag ya!
Jawel, fantastische dansers. Granvat. En als u goed keek, dan kon u ook wel een stukje van Günter Lesage zien die het gevoel gaf dat hij heel erg in de Vienna stond te dansen alsof het terug de jaren 90 was. Maar helaas, Günter, het is 2020 en we zitten hier in Sint-Niklaas zonder publiek, maar wel met u die aan het kijken bent. En als u blijft kijken, dan kan u ook zien hoe het met de Art of Erasing is. Namelijk, hoe zou het zijn met Veronique? Daar gaan we nu naar kijken. Hey! Wat is Günter Lesage, Joris? Hey, ben je ook even benieuwd als ik om naar Veronique te gaan kijken? Veronique. Zeg, was prachtig. Anderhalve meter trouwens. Anderhalve meter, ja. Ja. Ja, volgens de maatregelen. Hè. Prachtig hoe je daar stond te dansen. Steven van Gucht heeft mij nog gebeld daarnet. Dus, so you think you can dance? Alsjeblieft. So you think you can dance beneden? Ja, ik denk het wel. Zeer goed. Zet je, we gaan even kijken naar Veronique. Oké, tot straks, hè, Joris. Even kijken naar Veronique. Hoe de sfeer is hier. The Art of Erasing, dames en heren. All right, hello. As you can see, I have blinded all the people. So they can't see anymore. They can't look anymore at the lovely legging of Willem the First, Orange William. Now, you may say, what about this guy here? You see this guy? His eyes aren't erased. And he's looking straight up between the legs of Willem the Orange. But that's not the problem, because this man here, Fernand II of Austria, he is blind. So I didn't have to erase his eyes because he is blind, because some half year ago he saw the little picture of Sean Dunn's lovely asshole and he's gone totally blind. So it's no problem. No naughty phone calls or something. The man is blind, he can't see shit. But as you can see, the rest, even here, the people up the balcony here, is here, they are blind. As you can see, Mr. Orange of the First of Willem is blind too, so he can't look anymore. Now, of course, he is in his legging. For the surety, I will erase his hand so he can't do any naughty things with it anymore. Voila. As you can see here, you mustn't be afraid. It looks like a COVID, like a corona animal. And you're right, it was a lovely COVID animal. I was erasing the eyes and suddenly here he came, floating along. And trying to kill me, but I have erased him. So here he was, but it's not the COVID anymore. It just, is erased. You can see it where I erased him. Okay, now for the second part of the erasing, after the eyes and the beautiful legging of Orange William, I am going to erase, hopefully you can see it here, this lovely horse. You see the lovely horse? It's the horse of Thérèse. This is Thérèse. This is one of the first transsexuals just before Belgium was born. Hello, Thérèse. Let's just... Voila. So now Thérèse has no noun at all. Is it him? Is it she? We don't know. She is erased. Okay, Thérèse. Thérèse is sitting on a beautiful horse. But Thérèse, as you know, and as all the lovely viewers at home know, if you're gonna ride a white horse. Is this a white horse? No, it's a gray horse. So we are going to erase the horse so Thérèse can ride the right horse. If you wanna ride a white horse, if you wanna ride the right horse, if you wanna ride the right horse, I'll keep myself busy. See you soon, And remember, you always make me completely shy. If you wanna ride
Jawel, fantastisch. Veronique, dat gaat niet anders dan geniaal worden. The Art of Erasing. Nog even zeggen dat je kunt bieden op het schilderij. En je kunt dat schilderij ook gewoon meenemen voor een goed doel. En we gaan straks zeggen welk goed doel. En dan gaat u zeker gewoon al uw geld geven om dat kunstwerk mee naar huis te nemen of dat hier te komen halen. Corona-proof. En dan nu het mijn persoonlijke hoogtepunt van de avond. U hebt massaal filmpjes ingestuurd van divers allooi. En we gaan daar gewoon nu, op dit moment van de show, gewoon naar kijken. Het is aan u, beste kijker. Helemaal alleen aan u. Sinter Klaas' talent, zag u. Merci voor de inzendingen. En u kan nog altijd blijven inzenden voor de show van donderdag en die van dinsdag. Alles is welkom. Lokaal talent hebben we hier ook aanwezig. In de vorm van Laura en Margot. En natuurlijk ook van de enige echte Gunter Lesage. Het is tijd voor... En Else Chalmé zegt kippenvel topleerlingen en topleerkrachten op Baken. Zat jij nu net in mijn enthousiaste zin? Ja, ik probeerde daar eigenlijk zo dus tussen te komen, of ja. Mij daar tussen te wurmen. Vind je dat erg? Vind je dat erg, jongens? Staat niet op mijn kaartje, dus... Improvisatie, dat is niks voor u. Nee. Okay. Ik hou het graag sec. Sec en clean. En clean. Ja. Staat dat ook op mijn kaartje, sec en clean? Ja, voorbereid hadden. Machine aanzetten?
Gunter de Sage is er donderdag niet bij, maar iemand anders wel. Ik ben nog altijd heel blij dat jij erbij bent. Okay. Gunter de Sage, dames en heren. We gaan bingo, terug bingo spelen. Bingo-apparaten aanzetten terug, hè? Bingo-machine mag aangezet worden. We zoeken de vier hoeken, dames en heren. De vier hoeken. Kijk de cijfers van Gunter. En we gaan door tot er een winnaar is, dames en heren. Dus dat bingo-formulier erbij. Sorry dat ik zo roep, maar ik moet boven die machine geraken. Het eerste winnende cijfer, Joris, is het cijfer 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. In het Spaans. 15, dames en heren. Het volgende cijfer, Joris, is het cijfer 39. 39, mijn leeftijd die ik 39. Voor 23 augustus 2020 had. 39. 39. Het volgende cijfer is terug, de cijfer in de 30, namelijk 35. Vier op een rij is niet de opdracht. De vier hoeken zoeken we. 35. 35. 35 is de leeftijd van mijn huidige vriendin. 35. 35. Wij moeten ooit een duo worden. Het volgende winnende cijfer is een heel mooi cijfer, namelijk het cijfer 17. En 17 november is de geboortedag van... 17 december? 17 november. November is de geboortedag van Karen de Wolf? Nee. Van Gunter Lesage? Ja, inderdaad. Gunter Lesage, dames en heren. En proficiat. Van Jeff Buckley en van Martin Scorsese, trouwens. Fantastisch. Jij hebt geen feest gehad vandaag of dit jaar, dus bij deze proficiat. We gaan door. Een mooi getal ook, Joris, is het getal 44. Waarom? Als je die twee cijfers omdraait, heb je opnieuw 44. Gunter de Sage met 44, dames en heren. We zoeken vier hoeken. We zijn er bijna. Lia Klaas heeft drie hoeken. We gaan door tot de vier hoeken, want dat zou de eerste winnaar moeten zijn. Bingo, dames en heren. Ah, bingo, we hebben een bingo. Jawel, jawel. Stop we even. Bingo. Elke kijker mag even stoppen met het bingo-spel. Het bingo-machine mag afgezet worden. Ik ben bijna doof aan het worden, maar Joske Vermeulen is, als alles goed geverifieerd is, Joske Vermeulen die we allemaal kennen van... Van de Tramassaatlaai 124 in Schoten. Hij kent zijn Pappenheimers en dat is dan weer een ander programma. Maar Joske Vermeulen zou de winnaar zijn van de eerste ronde van deze bingo. Voilà, hij wordt gefeliciteerd door iedereen. En we gaan kijken naar de prijzenkast. Beste Joske. Voilà, we hebben hier ook nog altijd Gunter Lesage met haar. Ja. En dat is nieuw. Dat is nieuw. Wat is je geheim, Gunter? Wel, mijn geheim is eigenlijk een heel goed haargroeimiddel op je kale knikker smeren. Want zoals je weet, ik heb natuurlijk geen haar. Voilà jongens, het is theater. Het is niet allemaal echt. En ook niet allemaal serieus. Natuurlijk niet. Gunter Lesage. Voilà. Voilà. Ik hou van haar, dus ik zet het haar weer op. Prachtig. We gaan draaien aan het rad. Joske Vermeulen, want er komt een prijs jouw richting uit. Het is te zeggen, jij moet de richting zoeken, want coronaproof mogen we dat natuurlijk niet bij jou brengen. Jij komt die prijs bij ons halen. Zo is het maar net. Gunter, draai maar aan het rad. Ik sta te popelen om te draaien, Joris. Draai maar even. Draai je maar! Heel benieuwd wat de prijs zal zijn voor Joske Vermeulen. De jaren 90 op je scherm. Ah, Joris, aan jou de eer om voor te lezen. Joske Vermeulen, u bent de trotse winnaar, de trotse eigenaar van 1 meter kunstboeken. 1 meter kunstboeken staat hier. Voilà, die staan daar gesorteerd. Als u goed kijkt, voilà, we zoomen even in. En dan ziet u die meter kunstboeken. Ongeveer 1 meter. Voilà, Joske, ik hoop oprecht uit de grond van mijn hart dat u daar blij mee bent. Voilà, het wordt geverifieerd. Het betreft hier inderdaad 1 meter kunstboeken, waarvan het eerste boek even jouw richting... Wat staat er op het boek, Het eerste boek is Gesprekken met Marcel Maier. En het volgende boek is Gesprekken met Marcel Maier. Voilà, dat is in heel veel delen. Het volgende boek is met Marcel Maier. En ga zo maar door en ga zo maar door. Tot in het oneindige. Of zoals ze in het Latijn zeggen, ad libitum. Nee, inderdaad. Infinitum. Infinitum. Maar die gesprekken zijn eindeloos met meneer Maier. Klopt. Marcel Maier. Ja, Marcel Maier. Marcel Maier. Maar die prijs is dus voor jou, beste Joske Vermeulen. Nu, hoe komt die prijs bij u? Eigenlijk moet hem zelf komen halen tussen de kantooruren. Ja, echt tussen de kantooruren. En die kantooruren, kan je mij daar iets meer over vertellen, beste Gunter? Ja, die kantooruren die zijn eigenlijk ontstaan in de middeleeuwen en dat heeft eigenlijk een heel lang traject gevolgd tot nu. En die kantooruren bevinden zich tussen maandag en vrijdag. Maandag en vrijdag. Ja. U ziet het, iemand uit de cultuursector, die heeft geen benul van echte werk- en kantooruren, maar het betreft hier tussen 9 en 4.
Dus de kok van 9 en 4 uur 's morgens. Ja. Dat is, zijn de openingstijden van de infobalie waar u, Joske Vermeulen, de prijs van 1 meter kunstboeken kan komen ophalen vanaf morgen. Joske, proficiat. Bravo. En voor de rest, straks meer bingo-tijd. Mooi. Postplastiek voor kunstmassage. Mooi postplastiek, prachtig. Dan heeft hij geleerd aan studio 4 jaar Studio Herman Teirling, ja. Toneelschool. Wil je daar iets over vertellen? Voilà, dames, hoe is het? Goed. Goed? Ah. Ja, amuseert u nog? Zeker. Oké, okay, goed. Gunther, ja. Blij dat jij er ook nog altijd bent. Absoluut, ja. Ik ben ook heel blij dat jij er nog bent. Dank je. Ja, en Laura en Margot. Voilà. En de hele crew hier, niet te vergeten. Mensen zien dat niet, maar niet staan. Niet zo heel veel mensen, maar ze staan wel allemaal op 1,5 meter. Allemaal ja. Coronaproof. Maar het zijn de helden achter de schermen die wij nu ongelooflijk bedanken. Absoluut. Voor zoveel fijn plezier. Dus applaudisseer even vanuit je living voor de mensen achter de schermen. Want zij hebben het allemaal mogelijk gemaakt met jouw belastinggeld. Zeker. Voilà. Bedankt jongens. Beter dan dit wordt het voor jullie niet. Maar voor u, dames en heren, wel. Want wat u nu gaat zien is ongelooflijk. U vraagt zich waarschijnlijk af, Joris Hessels. Ja, ik heb televisieprogramma's gemaakt. Maar waarom heb je zo'n hoed op je hoofd? Wel, daar heb ik een speciale reden voor, dames en heren. Ik wou een ode brengen aan één man die de hoed teruggebracht heeft naar Sint-Niklaas. De man die hoeden draagt alsof het zijn tweede natuur betreft. En ik heb het over niemand minder dan Gunther Lesage. Gunther, dat is waar. Jij draagt soms een hoed. Ik draag soms een hoed, ja. Voilà, vandaar dat ik deze hoed aan heb. Echt waar? Voilà. Hexels? Ja. Dat, is op dit, dat was eigenlijk het beste wat ik kon verzinnen om een brugje te maken naar het volgende item van de show. Heel goed. Ja, heel voilà. Goed, ja. Speel je muziek? Ja, ik probeer. Ik heb een beetje gitaar gevolgd, een klein beetje piano, een klein beetje saxofoon, een klein beetje dwarsfluit, een klein beetje cello, van alles. Een klein beetje harp, een klein beetje blokfluit. Maar eigenlijk ben ik ben absoluut geen muzikant. Mijn broer is een muzikant. Ja, Peter Lesage. Ertebrekers, ja. Mooie single, vandaag gelanceerd. Zeker is daar naar luisteren, maar daar gaat het niet over. Want Sint-Niklaas heeft ook talent. Buiten Alex Gallier zijn er nog mensen bezig met muziek. En die jongens zijn hier. Meer bepaald hier onder ons, ah. Gunther. Ah, oké. Okay. Ja. Zo gek. Gekker dan dit wordt het niet. Die jongens dragen de naam Philemon. Ah. Is te zeggen, hun groep heet Philemon. Ja. En die gaan straks nog veel meer spelen. Maar nu gaan ze nummer spelen How Do You Do. Ah. En How Do You Do is eigenlijk ook een nummer van Roxette. Maar die Zweedse hitformatie bestaat niet meer, omdat de zangeres gestorven is. Is het waar? Ah, dat wist ik niet. Ja. Ooit nog in het voorprogramma van Roxette, Clouseau, waar ik dan weer fan van ben. Koen Wouters heeft ooit het bed gedeeld met de zangeres van Roxette. Dit geef ik maar even mee. Showbiz-verhalen. Je kan het zo gek niet bedenken. Hoe weet je dat allemaal, CC Varieté vertelt. Hoe weet je dat allemaal? Omdat Koen en ik, dat, we go way back. You go a long way. Wij hebben ooit op deze scène gestaan. Koen en ik. Schitterend. Koen Wouters en ik. Joris Hessels. Vanaf 4 januari op Canvas te zien met de weekenden. Maar daarover later meer. Philemon is een muziekgroep die we nu aan jullie laten zien. How do you do? Dat vragen zij zich ook af. Muziek! Wij zijn Philemon. Merci Joris, merci CC Varieté. Het volgende nummer heet How do you do? Some kind of flu, a red wine perfume, split her head in two. She plays a game with herself, she'll eventually find a way. Time will
broken fat of those well-known habits of a counterattack. She blossoms at night to the stings of delight. She tries to avoid every mirror while drinking vodka and Sprite. Time will find a way. Time will find a way to get us out of fear. Time will find a way. Time will find a way to get us out of fear. Fantastisch lokaal Sinterklaas talent. Filemon. Ja. Onthoud die naam, dames en heren, want u gaat er straks nog meer liederen van horen als wij uitgebabbeld zijn. Maar dat is nog lang niet aan de hand. U kijkt nog altijd naar CC Variété vanuit de Stad Schouwburg, meer bepaald van op het podium. En u bent beland in het stukje Alleen Gunther blijft bestaan. Echt? Vinden van die een titel? Ja, het boezemt mij een beetje angst in. Ja. Waarom? Omdat ik wat dichter kom ook? Nee, maar als op de respectabele anderhalve meter? Nee, maar als ik alleen zou blijven bestaan, dan zit jij er niet meer. En, nee. En Laura ook niet, en Margot en de hele ploeg. En dan voor wie speel je dan nog theater? Vraag ik je af. Voor niemand. Maar dat is een belangrijke vraag, Gunther. Wat is Gunther de Sage nog zonder een publiek? En dat is eigenlijk een serieuze vraag. Wel... bij ons thuis is er nu... ik heb een aantal mensen uitgenodigd als publiek. Ja? Omdat ik zonder publiek natuurlijk niet kan leven. Nee, het is heel moeilijk. Hè? Ja? Serieus, Joris? Nee, natuurlijk kan het ook. Nee, dat is waar. Maar het is voor de theatersector, voor de podiumkunstensector in het algemeen, voor de kunstensector, voor mensen die voor publiek spelen, is het al een hele lange tijd zeer, zeer zwaar. En we kunnen alleen maar hopen dat 2021 hopelijk beterschap brengt. Maar voorlopig ziet het er nog niet heel goed uit. Nee, dus we gaan ervan uit dat 2021 hier toch nog veel theatraal en dansant en podiumtalent... Ik hoop het ook. ...kan botgevierd worden op allerlei manieren. En dus ook Gunther de Sage. Welkom bij Alleen Gunther blijft bestaan. Gunther, blij dat je bij ons bent. Gunther, dank je wel. Ik ben heel blij dat je mij hebt uitgenodigd. Ik heb u gevraagd, Gunther, om een fragment mee te brengen. Klopt. Dat u heel erg doet lachen, omdat lachen gezond is. En omdat het donkere tijden zijn. Omdat ik denk dat lachen en humor voor u ook een manier is om door het leven te gaan. Klopt dat? Humor is sowieso heel grappig, vind ik. Mm-hmm. Dus, maar humor is belangrijk, dat is wel waar. Ja. Ja. Zonder humor is er geen... brood op de plank. Voilà. En daarover ook later meer. Maar ik heb u gevraagd naar uw geestigste televisiefragment. Dat is een zeer moeilijke vraag. Hè? Een moeilijke vraag. Dus een onmogelijke vraag. Ja, eigenlijk een onmogelijke. Daarom heb ik niks ingezonden. Nee. Maar we gaan toch kijken naar een stukje uit De Infiltrant. Ach. Een reeks waar Gunther de Sage nog in gespeeld heeft. Gunther, we hebben een ander fragment klaarstaan. Hè? Dat was een grapje, ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. We hadden ook voor Terug naar Oosterdonk of naar
of voor halfweg kunnen kiezen. Ja. Maar we hebben gekozen voor iets anders. Ja. Jij hebt gekozen Ik heb anders. Gekozen voor iets anders. Ja. Waar gaan we naar kijken? We gaan kijken naar een fragment uit Monty Python. Monty Python is natuurlijk de groep rond John Cleese, onder andere. Mm-hmm. De bakermat van de Engelse humor, begonnen in de jaren 60, 70. En ik heb een fragment gekozen. Het is heel moeilijk natuurlijk om het grappigste fragment te kiezen. Zeker uit alles wat Monty Python heeft gemaakt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog Jiske Vet, we hebben Coat & Bee, we hebben Urbanus, we hebben Joris Hessels. Maar ik heb toch gekozen voor Monty Python, omdat deze scène twee dingen combineert die ik zelf heel graag beoefen. Maar misschien moet ik daar nu nog niets over zeggen. Misschien achteraf, of tijdens, of morgen. Nee, we gaan daar eerst naar kijken en dan gaan we er straks van alles over vertellen. Dit is het geestigste fragment volgens Gunther Lesaggio. Good afternoon and welcome to a packed Olympic Stadium München for the second leg of this exciting final. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hagel. They must surely start favorites this afternoon. They've certainly attracted the most attention from the press with their team problems. And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners, Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer obviously a bit of a surprise there. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at their team. As you'd expect, it's a much more defensive lineup. Plato's in goal, Socrates a front-runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. Well, here comes the referee, Kung Fu Tzu, Confucius, and his two linesmen, St. Augustine and St. Thomas Aquinas. And as the two skippers come together to shake hands, we're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand, and they're off. Nietzsche and Hegel there. Carl Jaspers, number 7 on the outside. Wittgenstein there with him. There's Beckenbauer. Schelling's in there, Heidegger covering. Schopenhauer. And now it's the Greeks, Epicurus, Plotinus number 6. Aristotle. Empedocles of Acragas and Democritus with him. There's Archimedes. Socrates, there he is, Socrates. Socrates there, going through. There's the ball. And Nietzsche there, Nietzsche, number 10 in this German side. Kant moving up on the outside. Schlegel's on the left. The Germans moving very well in these opening moments. Well, there may be no score, but there's certainly no lack of excitement here. As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will, and Confucius, he say, name go in book. And this is Nietzsche's third booking in four games. And who's that? It's Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attackers. Indeed, he must, with only 2 minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace? Who's going to come off? It could be Jaspers, Hegel, or Schopenhauer. But it's Wittgenstein, who saw his auntie only last week. And here's Marx. Let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not. What a shame. Well, now, with just over a minute left, the replay on Tuesday looks absolutely vital. And there's Archimedes. And I think he's had an idea. Eureka! Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates hit it in. Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates scores. But beautiful cross from Archimedes. The Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination. And Marx is claiming it was offside. But Confucius loves them with a final whistle. It's all over. Germany, having trounced England's famous midfield trio, Bentham, Locke and Hobbs in the semi-final, have been beaten by the odd goal. And let's see it again. There it is. Socrates heads in, and Leibniz doesn't have a chance. And just look at those delighted Greeks. There they are, Chopper Sophocles, Empedocles of Acragas. What a game he had. And Epicurus is there, and Socrates, the captain, who scored what was probably the most
important goal of his career. Ja, fantastisch, Gunther. Merci om dat nog eens te laten zien. Want bij mij was het lang geleden. Ja. En ook Pieter Smet, bedankt u. Merci, Gunther. Ja, fijn. Voor mij was het ook lang geleden. En ik moet zeggen, als ik het nu terugzie, moet ik er weer mee lachen. Ja. Voetbal en filosofie, een ongebruikelijke combinatie. Ja. Maar toch ja, super heerlijk gevonden. En ja, waarom vind je dat zo, wat vind je daar zo grappig aan? Zonder zo al te veel humor te gaan analyseren. Om het kort te houden, het zijn twee, ja, laten we zeggen, twee sectoren die nogal ver van elkaar staan. En die combinatie van voetbal en filosofie is iets wat je totaal niet verwacht. Zelf hou ik enorm van voetbal, maar ook van filosofie. Ja. En dus ja, die combinatie is super geestig, hè, natuurlijk. Ja. Ik ben heel blij dat je daar nog eens laten zien hebt, dat fragment van Monty Python, dat dateert van. Ik denk begin jaren 70. Ik schiet mij niet dood, want anders ben ik hier niet meer. Nee, voilà. Dan moet je een andere gast zoeken natuurlijk. Maar donderdag dus een andere gast. Maar, in 72, denk ik. 72. Ja, dat is ongelooflijk hoe tijdloos dat fragment is. Ja. Heel geestig. Merci, Gunther. En dit was ook het einde van alleen Gunther blijven staan. Maar blijf vooral kijken, want er komt nog... Gunther, wil je nog iets drinken? Wel, bier heb ik al gehad, dus ik ga misschien een beetje water. Water, oké, water. Ja. Dames, moeten jullie nog iets drinken? Nee, dank, het is oké. Oké, geen probleem. Voilà, oké. Okay. Gunther, water is goed? Water is goed voor mij, ja. Voilà, oké. Okay. Oei. Ah? Wel, doet opnieuw. Het die doet het alweer niet, of nog altijd niet. Dames, we gaan hier anders met te veel volk zitten. Zal ik de deur open doen? Ja, misschien moeten jullie langs deze deur weg. Ja. En dan, deze deur verdwijnen en dan doe de jij doet daar de deur open. Ja. Dames, ik zal de deur open houden voor jullie. Ja, hou de deur even open en dan zal ik deze uitleiden. Voilà. Hallo. Margot en Laura, dankjewel. Ik zou zeggen, applaus. Nog even wachten en we ontsmetten even de zetels. Voilà, dankjewel Margot en veel succes met Review Interim. Dankjewel. Muchos... Succesos. Gracias en succesios. Gracias, aluego. Voilà. Succes. Hier ziet u, dames en heren, live in beeld de ontsmetter van Santa Claus. Hij woont op het Hendrik Heijmanplein. U kan hem inhuren voor al je ontsmettingsactiviteiten. Of als je je eenzaam voelt en een beetje menselijk knuffelcontact wil. Xavier Kloet, dames en heren, die kan je mailen. xavier@cirque.be. En hij zal u alle contact geven dat u nodig heeft. Ondertussen zijn hier twee fantastische mensen gekomen. Gunther staat daar een beetje aan zijn zoutpilaar. Dank je wel. Wat een mooie zoutpilaar. Ga ik een beetje dansen? Ga je die mensen ook een beetje gemakkelijk uitgeleide geven? In de ontsmette zetels, zou ik zeggen. Voilà. Dank u wel. Kom binnen. Voilà. Voilà. Mooie rok heeft u aan, mevrouw. Dank u, dank. Ja, echt, het staat u beeldig. Je hebt ook een mooie, redelijk klassieke broek aan. Maar wel een mooie hemd. Maar wel een mooie hemd. Dankjewel. Mooie hemd. Voilà. Ja. Tot zover het vestimentaire gedeelte. Voilà. Of, er wordt ook gevraagd om onze vest uit te doen. Ah, ik weet niet. Wie vraagt dat? Ik weet het niet. Dat stond daar net in de chat. Ah ja, inderdaad. Joris, kan je... Hanne vertelde hier, Xavier, mag mijn huis ook eens komen ontsmetten? Xavier Kloet kan u dus ook inhuren voor dat soort activiteiten. Hij blijft anderhalve meter, omdat... voilà. Omdat het zo... Omdat het kan. Omdat hij het kan. Ja. Daar gaan we voor. Maar er zijn ondertussen twee nieuwe mensen bij ons gekomen. En het zijn niet de mensen, het zijn mooie mensen. Dat is altijd leuker dan lelijke mensen, vind ik. Ja, ja, ja. Want anders moeten ze zo een beetje liegen en dat is... En liegen doe je niet, hè? Nee, liegen doe ik niet. Jij liegt nooit. Nee. En liegen doe ik zeker ook niet in de weekenden op Canvas vanaf 4 januari. Maar daarover later meer. Jonge dame, wie bent u? Goedenavond, ik ben Anne. Dag Anne. Geboren ook in de stadskliniek in Sint-Niklaas. Echt? Echt waar. En zijn wij even oud? Nee. Nee? Nee. Van wel, ja, nee, ik ga dat niet zeggen. Het is live, hè? Ja, ja, het is live. Van jaar ben je niet? Ben je van 1980? Totaal niet. Totaal niet. Geen probleem. Veel jonger. Geen probleem. Jongeman, mag ik dat zeggen? Dat mag u zeker zeggen. Wie bent u? Ik ben Matthias. Matthias en Anne, welkom in onze beetje studio, beetje gezellige sfeer, ondanks de barre tijden. Anne, wat doe jij in het leven? Ik werk voor de stad Sint-Niklaas, maar ik zit hier vandaag vooral vanuit de VZW Theo ook.
Oké. Okay. Ja. Theo. Wat is Theo? Theo is een heel gezellig, warm huis. Een beetje te vergelijken met dit, okay. Maar nog iets gezelliger. En dan echt ook, want dit is allemaal fake natuurlijk. Hè? Absoluut. Ah, ja, klopt. Ah, ja, okay. Je hebt ook geen echt haar, dat is een pruik. Ah, dat is een pruik. Ja. Ja. Ja, goed, een heel gezellig, warm huis waar jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en anoniem terecht kunnen voor therapie. Oké, okay. En Theo staat dan voor? Therapeuten voor jongeren. Oké. Okay. En het is eigenlijk een vrijwilligersorganisatie, een VZW, die is opgericht... met verschillende vrijwilligers, therapeuten, ja. Maar ook onthaalmedewerkers, sympathisanten. Eigenlijk een ganse ploeg van mensen die ervoor zorgen dat we op een laagdrempelige manier therapie kunnen geven aan jongeren. Ja. En Ann, jij geeft therapie in dat huis? Nee, ik geef zelf geen therapie, maar ik sta wel in voor de dagelijkse werking, de coördinatie. Oké. Okay. En Matthias, jij bent ook lid van de organisatie? Of wat is uw functie binnen Theo? Mijn functie binnen Theo is dat ik eigenlijk onthaalmedewerker ben, okay. Als vrijwilliger. Dus Theo steunt op vrijwillige therapeuten en vrijwillige onthaalmedewerkers. Oké. Okay. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat moet jij dan doen? Dus er zijn verschillende manieren dat jongeren tussen 10 en 20 zich kunnen aanmelden of kunnen binnenkomen. Ze kunnen telefonisch of via mail of gewoon ook live in het huis binnenstappen. Ja. En dan ben ik eigenlijk daar samen met mijn collega's het eerste aanspreekpunt en probeer ik eigenlijk een eerste warm contact te hebben met de jongeren en een gesprek in te boeken bij de therapeut. Ja. En waarom zit je daar aan begonnen? Ik ben daar aan begonnen. Ik werk als straathoekwerker en ik zie ook ellenlange wachtlijsten in de hulpverlening, vooral bij psychologen. Ik zie ook dat jongeren niet altijd de middelen hebben om onmiddellijk naar een psycholoog te gaan of een therapeut te gaan. Ja. En ook die wachtlijsten is toch wel een serieuze drempel. Dus ik probeer als onthaalmedewerker die lage drempel te zijn en het eerste warme contact te zijn met die gasten. Is het nodig? Zeer zeker, ja. En Anne, het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal, maar zeker ook voor jongeren. Daar hebben we het al genoeg verhalen over gehoord in de media. Voelde die nood stijgen nu de tijden barrer worden? Ja, we hebben ook specifiek gekozen om nog te openen dit jaar, nog voor de donkere dagen. En de examens ook van jongeren. Ja. Omdat we de eeuw wat vertraging opgelopen met de corona natuurlijk. En ook de verbouwingswerken en zo. Maar toch dachten we van, we moeten het gewoon doen. We zijn 1 december geopend. Amai, oké, zo recent nog maar. Ja, we zijn 2 weken bezig nu. En we hebben al heel veel aanmeldingen gekregen. Dus jongeren die spontaan binnenlopen, die ons mailen, die ons ook bellen. Ook ouders, leerkrachten. Dus we voelen echt wel die nood, absoluut. En we zijn dus heel blij dat we die nu een beetje kunnen ledigen, al die nood. Ja. Dus, fantastisch initiatief. Brood nodig in deze tijd. Hoe gaat dat in zijn werk? Stel, ik ben een jongen van 15 en ik heb het lastig. Hoe kan ik jullie bereiken? We hebben 3 manieren. Matthias heeft het al aangehaald. Dus jongeren kunnen spontaan langskomen tijdens de openingsuren. Onze openingsuren zijn op dinsdag van 5 tot 7, op woensdag van 6 tot 8 en op donderdag van 4 tot 8. Okay. Ze kunnen ook ons bellen, maar ik weet het nummer nog niet van buiten. Ik had het ingestudeerd, maar ik ben het nu eventjes vergeten. Maar we hebben een website, theo.be. Okay. En ze kunnen ook mailen. Ja. Naar ons mailadres. Maar misschien ook nog bij deze, omdat je zegt, hoe meer openingsuren, hoe beter natuurlijk. Hè. Dus wij doen ook nog een extra oproep naar therapeuten. Okay. Dus als wij nog therapeuten zouden bij hebben, dan zouden we ons openingsuren kunnen uitbreiden en dan zouden we nog meer jongeren kunnen begeleiden. Okay. Dus vandaar... Dat is misschien gezegd, maar waar zijn jullie gevestigd? We zitten in de Apostelstraat, dus eigenlijk op het Jongerenplein. Dat is naast Hemelplein? Apostelstraat 19, het vroegere Jak eigenlijk. Oké, het Apostelplein. Achterdouwkerk. Achterdouwkerk om Negerlandier eigenlijk. Ah ja. Nederland. Daar, Autohistorica, de Vienna. De brasserie. Ja. Naast de brasserie. De Brass Monkey. Ah ja. Ah, dat is nu veranderd. Zie je, want de tijd gaat snel. Theo. Theo.
Onthoud die naam. Nee, merci voor zo'n fantastisch initiatief, Anne en Matthias. Heel veel succes, want het is nog pril. Pril, ja. Heel veel courage ook, met het luisterende oor dat jullie bieden. Theo, jij gaat mij straks nog het telefoonnummer geven. Ja. Ik weet het. Ja, kijk, het staat hier. Anja Severins stuurt het. En het is namelijk het nummer 03, dan 29, dan 49, dan 13 en dan, heel verrassend, misschien nog eens 3. Maar dat is de raarste manier om een telefoonnummer jullie te krijgen. In een heel raar cadans. Maar dat maakt het natuurlijk speciaal. Maakt het speciaal. De Ionesco van Sint-Niklaas. Ik ga het nog eens op een klassieke manier zeggen. 03-294-91-33. Joris. Voilà. En dat is duidelijker. Dat is gewoon hoe je een telefoonnummer... Dat is een klassieke manier om een telefoonnummer te zeggen. Voilà. En zo zou jij dat meer moeten doen, Joris. Voilà. Die gele briefkaart kan je niet meer sturen, want dat bestaat niet meer. Maar 03-294-9133. Dat is het nummer dat je moet bellen. Theo, Anne, Matthias, fijne feestdagen en heel veel courage. En merci om tot hier te komen. Blijf top nog initiatief, even... vind ik. Top initiatief. Ja. Je zat weer in mijn zin. Ja, dat weet ik. Maar dat maakt het levendig. Ja? Ja. Maar ook, ja? Ik kan niet wachten tot storend? Die lift... Storend? Storend straks. Maar je kunt de massage nog tot 10 uur op je favoriete streamkanaal. Heb je streams? Ik heb dat niet. Nee. Ik heb dat gehad, maar ik ben dat kwijt. Zoek maar. Streams. Maar het is nu tijd voor iets helemaal anders. Moet afronden. Het is tijd voor de rubriek De Rare Vogel. Ja. We zijn hier nog altijd met 4. En dat mag op respectabele afstand van elkaar, 1,5 meter. Zo moet je het ook doen tijdens de feestdagen, tijdens kerst en nieuw. Ik heb onlangs de nieuwe COVID-maatregelen ingesproken, ook voor de radio en tv. U zal mijn stem herkennen. Prachtige stem. En draag een mondmasker, zeg ik daar. Respecteer de avondklok. Maar ook, u kan als single op kerstavond of kerstdag kiezen om 2 knuffelcontacten samen uit te nodigen. Maar dan moet u ofwel voor kerstdag gaan of voor kerstavond. Dat zeg ik allemaal, maar later daarover meer op je favoriete radiokanaal of je televisiekanaal. Is dat canvas? Kan u misschien ook kijken op 4 januari naar de weekend, elke maandag en donderdag. Ja, verhalen van gewone Vlamingen zoals u en ik. Het is tijd voor de rubriek van de rare vogel en niemand minder, maar ook zeker niemand meer dan Ajumel is de man die we daarvoor uitgenodigd hebben. We hebben hem gevraagd om de vogel van de dag te kiezen. En ik ben even nieuwsgierig als jullie. We gaan kijken. Hallo iedereen. Ik ben vereerd dat Sinterklaas mij gevraagd heeft om het een en ander te komen vertellen over de vogeltjes. Ja, over de pitte. Pitte. Ik vind dat zelf plezant om te doen, Piet. Maar mijn naam is meneer Jumel. En ik weet alles over de vogels. Vandaar dat ik u vandaag het een en ander meer kon vertalen. Het eerste vogelje waar we het over gaan hebben, lieve dames en heren, is de vink. En misschien kennen de mensen van het Waasland de vink niet. Maar wel, als ik zeg, de vink eet normaal gezien de suskewiet. Wacht, ik kan hem laten zien. Hier is hij. Voilà. Oh, dat is een schoon vogelje, hè. Kijk eens naar die kleurtjes. Oh, schoon, hè. Wel, de noemen dat de suskewit. Waarom? Ja, meneer Jumel, dat weten wij toch niet? Ja. Ze noemen dat suskewit, omdat als die zingt, dan zegt hij op het einde van zijn lieken, suskewit. En we moeten dat niet eens beluisteren. We gaan dat niet eens samen beluisteren. En het goed? Suskewiet? Ja, ben ik niet dom mee? Maar dat is je. Suskewiet. Maar, wat kan ik nog vertellen? Zink kun je mooi bekijken in je tuin met de verrekijker. Ik heb hier een verrekijker bij. Voilà. Bouwjaar 1962. En dan kun je kijken naar de vink. Maar eerst de doepjes eraf doen. De doepjes moeten eraf. Ploep.
zeggen, dan moet je ploep ploep doen, voor de pitte 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 kunnen bekijken. Ja, dus dan moet je kijken naar de boel en de vink. Oh, en de scherpstalen, hè. De scherpstalen en kijken met de verrekijker. En verwar de vink niet met de blinde vink. Salut, hé! Voilà, we zijn hier terug vanuit de Stad Schouwburg of vanavond de Stad Streamburg. Helemaal speciaal voor u, CC Variété, om een beetje verlichting te brengen in deze donkere dagen. Daar zijn we voor. Ik heb niemand minder dan Sven Lesage uitgenodigd om mij te assisteren. Maar daarnet zag u Ajumel, maar u kende natuurlijk de onevenaarbare Begijn Le Bleu. Bedankt, Begijn, voor uw prachtige bijdrage aan deze nu al formidabele en legendarische avond. Het is tijd voor bingo! Neem je bingo-formulier erbij en we gaan terug bingo spelen. Wat we nu gaan doen, we gaan twee diagonalen zoeken. Dus we gaan de diagonalen zoeken op je bingo-formulier. Hebt u die? Voor die diagonale gevonden, mag u gewoon bingo drukken en dan zien we dat verschijnen en dan wint u de tweede prijs van vanavond. Dat is hoe het in elkaar zit. Voilà, mijn bevallige assistent gaat de eerste bal uit dat machine trekken. Mijn onschuldige hand, Joris, trekt het eerste winnende cijfer en dat is het cijfer 4. 4. Dat zijn het aantal kinderen dat onder het dak waar ik woon in Gentbrugge woont. Dat is het aantal. Voilà, 4. Mooi getal. Het 4. Volgende cijfer heeft er nog eentje bij en dat is het cijfer 41. 41, dat is de leeftijd die ik volgend jaar zal hebben op 23 augustus 2021. 41 hebben we en we hadden ook al 4 en nogal andere nummers. Je ziet ook de nummers verschijnen in de chat. Overigens, dat kan u misschien helpen om die twee diagonalen te vinden. Derde cijfer. Het derde cijfer is het magische cijfer 7. Het rugnummer ook, Joris van... Van 7. David Beckham had dat, maar ook... Kevin De Bruyne natuurlijk. En Luis Figo. En Luis Figo. Ken je die nog? Luis Figo. Ja, Luis Figo. Inderdaad. 7. Voilà. 7. Annemieke Maas zegt, Sint-Niklaas heeft veel talentvolle mannen. Hey, Sven. Het volgende cijfer, Joris. Ja? Had je nog een vraag? Nee, ik zeg geen Sven. Het cijfer 49. 49 is de leeftijd van Anne. Die daarnet haar leeftijd niet wou zeggen. Het is niet haar leeftijd uiteraard. Dat zou maar al te beledigend zijn. Maar 49 is het cijfer dat we wel zoeken. Het volgende cijfer, Joris, is het cijfer 26. 26 is de echte 26. Leeftijd van Anne. Ja. Van Theo, 26. 26, ik hoor 26 jaar. Taal, Joris. Er is gejuich, maar slaat dat ook op iets? Of kunnen we dat aan de realiteit toetsen? Is dat een winnaar of een winnares van de tweede ronde van deze bingo? Twee diagonalen zoeken we. Dit cijfer is ook een magisch cijfer, Joris. Dat is het cijfer 9. En welke speler van Anderlecht in der tijd, nu analist, had het cijfer 9? Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag, want van alle spelers van Anderlecht ken ik niets. Oké, okay, voilà. 9, dus... 9. 9. Voilà, 9. Het cijfer 9. Het cijfer 9. Lukaku. We zochten Romelu Lukaku. Maar we zochten ook Luc Nilis. De man die 2 weken voor Anderlecht gewerkt heeft en dan ontslagen. Het voor bekeken hield. Prachtig. Het volgende cijfer, Joris, is het cijfer 34. 34. Ik weet nog goed, als ik 34 was, was ik er geen 35. Is 34 het is het cijfer dat we zoeken. 34. Zijn er al winnaars? Nog één. We gaan door. We gaan tot door. Er een winnaar is. Tot we een winnaar hebben. En dit is het cijfer 11, Joris. 11. En dat is dan weer het rugnummer van? Het rugnummer 11 is van Carrasco, denk ik. Ja. Carrasco. Ja, Diego goed. Carrasco. En Romario had ik ook goed gekeurd. Ja, inderdaad. Complimenten cijfer voor de techniekers van Tessa de Mare. En Joske Vermeulen heeft bingo. Maar die man of die vrouw heeft al gewonnen. Dus dat moeten we even verifiëren met de jury.
Is er bingo? Joske Vermeulen heeft voor de tweede keer een bingo. Joske Vermeulen, dat zou wel heel erg toevallig zijn. Ongelooflijk. En we horen hier nu net van de jury dat het klopt. En we gaan even kijken naar de prijzenkast. Gunther, zet dat machine in godsnaam af. Ongelooflijk. Joske Vermeulen voor de tweede keer. Joske Vermeulen is de winnaar van de tweede ronde van dit bingo-spel op 15 december 2020. U kan nog meespelen. We gaan nog niet naar huis voor die derde winnaar uit de bus gekomen is. Joris, ik ken de spreekwoordelijke bus. Ja? Ik ken een Amerikaanse president die nu zou zeggen, ik eis een hertelling. Maar dat gaan we niet doen, hè. Nee. We gaan draaien aan het... Rad. Inderdaad, dames en heren. Gunther Massage is hier om aan een rad te draaien. Dat gaan we nu doen. Inderdaad. En daar de jaren 90 zijn terug op je scherm. Wat? Nog eens draaien. Nog eens draaien. Want die prijs is er al uit. Dat was een meter kunstboek, hè? Voilà. En we gaan kijken. Dames en heren, dit is echt een topprijs. En dat menen we uit de grond van ons hart. Joske Vermeulen, ik hoop dat u zit. Want dit is iets wat u niet verwacht. U krijgt een prijs waarvan Gunther Lesage, de man van het woord, de man van de taal, nu zal zeggen wat het is. Wel, Joris, het betreft de prijs een atlas ter waarde van €189. Kijk even in de prijzenkast, Gunther. Namelijk deze mooie prijs. Lees even op wat er staat, Gunther. De Gerardi Mercatoris. Mercator, zoals je heel goed weet, Joris. Voilà, in de Mercatorstraat. Van Sinterklaas. En zijn boot ligt ook in Vlaanderen, meer bepaald in... Belzele. In Belzele, waar Antonie de Klerk in 92 ontvoerd is. Maar daarover later veel meer. Ja. Joske Vermeulen. Fantastisch. Die prachtige prijs ter waarde van €189, oftewel euri. Want dat is het echte meervoud van euro. Komt jouw richting uit. Maar dat is ook niet waar, want je moet het alweer komen halen tussen die tussen kantooruren. Waarvan je weet... Wat tussen die zijn. 4 en 9 natuurlijk. Tussen 4 en 9. S'morgens en s'avonds en s'nachts. Zoek het zelf uit, Joske Vermeulen. Waanzin dat jij alweer een prijs wint. Mercator zou trots zijn op jou. Zijn atlas is voor jou. Joske Vermeulen, proficiat. Straks meer bingo. Dag, dames en heren, is dat nu nog niet gedaan? Nee, het is nog niet gedaan. Want meer bepaald is het nu tijd voor de prijsvraag. Ah. Elke zichzelf respecterende show heeft een prijsvraag en wij dus ook. En de prijsvraag die wordt vandaag gesteld door iemand die gekend is in het circuit. Iemand die zelfs Gunther Lesage kent, maar waar ik eigenlijk mee ben opgegroeid. En ik dacht dat zijn achternaam Van den Foyer was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Het betreft hier Dirk van den Foyer, maar die foyer is gewoon zijn eigendom of zijn werkplek. En hij heet eigenlijk Dirk van der Merkt. Klopt dat niet? Dat klopt helemaal. Okay. Ja, helemaal uitgesproken. Ja. Dirk van der Merkt heeft een prijsvraag voor jullie. En we gaan u laten zien wat die prijsvraag is. Dirk, het is aan jou! Willen jullie thuis ook kunnen genieten van deze lekkere rapengin uit Sint-Niklaas? Gok hoe lang dat Rut hier bezig geweest is om dit pakketje in te pakken en misschien wil je wel een fles. Ja, hij was een beetje onverstaanbaar, Dirk, maar daarvoor is hij natuurlijk ook horeca-uitbater geworden en geen artiest zoals Gunther Lesage, want anders zou hij nu ook zonder werk zitten. En dat gunnen we hem zeker niet. Dirk van den Merk, bedankt voor je prijsvraag. Ik herhaal hem nog even. Hoeveel tijd heeft Ruud, zijn bevallige vrouw, nodig gehad? Hoeveel tijd heeft ze nodig gehad om dat geschenkpakket in te pakken? En daar kan u dus een antwoord voor sturen. En dat kan in de chatbox. Als u de chatbox openzet, rechts boven in je scherm, dan kan u meedingen naar de prijs. Degene die erop zit, die er dichtbij zit, die wint een
prachtige prijs. En een prachtige prijs. Heel veel antwoorden. Oh, voilà. Ja. Wij hebben hier een minuut 32. Mooi in de richting een minuut 10. Een minuut 34. 56 seconden. 2 minuten 45. Wat opvalt minuut 18. Vind ik, ja, heel veel. Het zijn heel veel. Het zijn allemaal tijden. Ja. En het zijn heel veel tijden. Ja. En we gaan straks die lijnen sluiten. Jo van Bakley, de grijsdeurwaarder, is aan het meekijken naar deze stream. Ja, vanuit zijn zetel. Vanuit zijn zetel in de persona van Sven Lesage. Ja. Sven, jij zegt stop en ik zal het antwoord zeggen. We gaan daar de tijd op zetten. Neem maar even 10 seconden de tijd. Ja. 9. Voilà. 8 eventueel. 8 eventueel 7. Ook. Dat is niet de bingo wat hij nu doet, maar gewoon aftellen. Is 4. Dit. Ja. 3. Ja, klopt. Een heel goede cijfer. Ja. Daarna komt 2. Ja. En dan weer 3. Voilà. En dan nog eens 2. Ja. En dan 1. En, voilà. Dan en dan zijn we er natuurlijk. De lijnen gaan dicht. U kan niet meer stemmen. De Masked Singer is voorbij. Maar nu is het tijd voor onze prijsvraag. En de prijsvraag luidde als volgt. Hoeveel tijd heeft Ruud nodig gehad om dat geschenkpakket in te pakken? Mm-hmm. We hebben heel veel antwoorden gekregen in de chatbox. Bedankt om te chatten. Bedankt om te kijken ook. Het enige juiste antwoord is 1 minuut. 45 seconden. Dat is snel. Dat is heel snel. En we hebben een winnaar. We hebben ongetwijfeld een winnaar. We hebben en 1 minuut 20, even. Annelies Kator. Chicago ook 1 minuut 24. Maar er waren heel veel mensen die passeerden. Nu, dit staat allemaal in zijn kinderschoenen. En ja, we moeten natuurlijk ook op een of andere manier verifiëren wie er het dichtst bij die minuut 45 was. En daar hebben we natuurlijk heel veel volk voor om dat te checken. En ik kijk even rond mij en ik zie niemand, want het is een lege zaal. Want er zijn de culturele zalen zijn dicht. Gwendoline de Vogel. Voilà, u hoorde de bevallige stem van Ruud Gielens. En Ruud Gielens was een gewezen theaterregisseur, theateracteur. En nu staat hij hier. U ziet hoe het iemand kan vergaan. Een meter of een minuut 45 voor Gwendoline de Vogel. Zij is de winnaar, Gwendoline. Een applaus voor Gwendoline. Ook de winnaar van deze prachtige prijsvraag. En ook de winnaar van de beste naam van vanavond. Gwendoline de Vogel. Gwendoline de Vogel. Er komt een fantastisch prijzenpakket. Jij mag even naar het prijzenpakket gaan. Dan doe je ook nog iets, Gunther Lesage. Dank u wel. Voor dat geld dat je gaat krijgen via Amplo. Gunther Lesage gaat naar het ginpakket. Ja. En jij komt het tonen. En jij komt het brengen. Ja. En je vertelt daar nog een leuke anekdote bij. Wel, kijk, ik heb hier de prijs voor Gwendoline de Vogel. Inderdaad. Het betreft een assortiment van verschillende tonics. Ja. Met een lekkere fles gin. Het is namelijk de Sin Gin. En Sin Gin. De Sin Gin, Joris, dat weet jij als geen ander. De Sin Gin is een typische gin die gemaakt uit Sint-Niklaas. Vandaar Sin. Gin. Gin. Uit Sint-Niklaas. Ja. Het hoeft niet moeilijk te zijn als het makkelijk kan. Ik voilà, wij gaan er alvast aan beginnen, Gwendoline. Dankjewel voor de prijs. Voilà. Die mag je gewoon ook komen halen tijdens diezelfde kantooruren. Ja. We gaan dat allemaal niet herhalen. Ja, 4 en 9, maandag, vrijdag, niet in het weekend, kantooruren. Voilà. Gewoon kantooruren. Kom het gewoon halen, Gwendoline. Ja. Het is verdiend. Gaat het jouw richting uit. Proficiat. Voilà. En wij gaan eens kijken ondertussen hoe het met Veronique gesteld is met The Art of Erasing. Nee, het zou niet leuk zijn voor Gwendoline. Here I am again and I have almost finished erasing the painting. I just have to erase the last bit. It is an official moment. The last bit of the beautiful painting from Joseph Denis Odevar from 1829 will be now finally erased. The last bit, the last bit, the shh bit, or saint bit, the holy saint of the little parts in the computer box. Some fresh white paint. Here is the S is erased. The T is erased. We have the beautiful B. Bye bye, beautiful B. Here you are. Voila.
Look at that. Only top entertainment for you there at home. Et voilà. The tea is gone and we have erased the lovely painting. And as you can see, you can still see a little bit, eh? The erased eyes in between. And here the erased little COVID virus. Eh? And here the white horse. Hmm? Look at that. Art at its most beautiful. And now, for the moment supreme, I take my lovely black paint. I splatter it here on my little plastic paint holder thing. I take my little pastel chip and let me just officially end the erasing with my autograph. Here we go. We have the V, the V from Victor and Victory. We have the E from Ella. What are you doing in my trousers? Then we have the R of R's. Then we have the O from Oh, what's that? What's that? Oh, it's nothing. Then Vero, Vero. Then we have the N from You naughty corona. The L. The N. ça va, pas de problème. Vero, N, the E. With a little top, with a little top here. Voilà. Then, oh, my voice is gone. Vero, Nick, let me have the Q. Q. Then we have the U. Like you and me. The U, it's a little bridge on its side. Voila. And we're gonna top it off with a lovely capital E. And of course, the date of the lovely, blessed year 20. 20, and a lot of Nalaka. Here is the Nalaka. Voila. Et voila, mes amis, here you have it. Again, a lovely painting erased. I think this is the 11th, the 12th painting I have erased this year. This, of course, is a collector's item. A lovely copy from Joseph Dennis of Odevara, with a lovely copy from Frank Xerox. You are a collector's item, and remember, we are going to file it. We're going to auction it. We are going to auction it for a good cause. Voilà. Inderdaad, Veronique, dank u wel voor die Art of Erasing naar Sint-Niklaas te brengen. Thank you very, very, very much. And we see each other maybe next time. Maybe Thursday, who knows. En inderdaad, Veronique heeft het al gezegd. Wij gaan dat schilderij veilen voor een goed doel. En het goed doel heet Lazarus VZW. Daar kan u dus voor bieden. En u kan dat schilderij, dat helemaal ge-erased is door Veronique, helemaal krijgen. Als u zoveel mogelijk stort op de rekening van Lazarus VZW. Dus het bieden kan nu beginnen. Voilà, dat hebben we dan ook weer al gehad. Het cultureel... Die gin staat hier nog, hè, uiteraard. Gwendolyn, uw gin staat hier nog. Dus dat kan je zeker nog komen halen. Nu niet, want anders zouden we te dicht bij elkaar komen. Maar dus tijdens de kantooruren. Gwendolyn gin. Zie. Gunter Lesage is hier nog altijd. Gunter, hou je van muziek? Absoluut. Eurythmica de Beul. Ja, inderdaad. Ken je die? Sint-Niklaas, prachtige stem. Voilà. Stemcoach ook. Ja, die heeft tijdens de lockdown iets gedaan. Heb je dat gezien? Op Facebook? Nee, heb ik niet gezien. Ik zit ook niet op Facebook. Nee, gelukkig. Of voilà. Misschien niet. Misschien wel, misschien niet. Maar in ieder geval, zij zong van op haar balkon en dat werd massaal gedeeld. Nu, wat heeft Eurythmica beloofd. Ze heeft beloofd om vanavond hier in Sint-Niklaas op het dak van de Stad Schouwburg
een aria te zingen. Wow. En niet zomaar een aria, maar wel specifiek de Climb Every Mountain. En Climb Every Mountain is een nummer dat we allemaal kennen. Matthias, aan. Uit de prachtige film... Zeg maar, let op. The Sound of Music, aan. Had het een prijsvraag geweest, u had de vrolijke winnaar geweest. Maar daar had u uw leeftijd moeten vragen en dat zegt u niet. Nog altijd niet. Maar de avond is nog jong en de jean is nog vol. Dus daar gaan we nog even mee wachten. Maar Eurydice de Beul, als alles goed staat... Als alles goed gaat, staat, zijn nu op het dak van het balkon van de Stad Schouwburg. Climb Every Mountain van The Sound of Music komt nu jullie richting uit. Gezongen door Eurydice de Beul, die hier normaal ging staan met de prachtige voorstelling Kind van Peeping Tom, maar helaas kan ook die voorstelling niet doorgaan. Door? Door COVID-19. Ah, ja. Iets dat overgewaaid is uit Wuhan. Ah, oké. Okay. Vandaar. Voilà. Maar dus Eurydice, dank u wel. Jullie zijn massaal aan het bieden, waarvoor oprechte dank. Ik ga ook de naam van het doel veranderen, omdat Lazarus een structureel gesubsidieerd gezelschap is en dus ergo geld genoeg krijgt, denk ik dat het wijs is om de organisatie Theo onderwerp te maken van de veiling van dat prachtige schilderij, The Art of Erasing. Ik ga nu eens kijken naar Veronique
hoe het zit. Ik zie hier ondertussen, ik denk dat we op €65 zaten. Dat kan meer, dames en heren. Biedt meer dan €65. Het is voor Theo ongelooflijk belangrijk initiatief. In Sint-Niklaas, ook ver daarbuiten, voor jongeren. Freya Proost zegt 70, dat kan meer. Dankjewel, Freya. Maar het is Theo en Theo is broodnodig voor alle jonge mensen in Sint-Niklaas, maar ook daarbuiten, om die zoveel mogelijk te helpen. 75 zegt Lore. Dankjewel, Lore. Maar dan kan er een cijfer gaan met drie, naar een getal gaan met drie cijfers. Denk ik. Met drie cijfers, €75. Jullie kunnen meer. Sinterklaas, laat jullie warmste hart 100. Zien. 100. Dirk van der Merkt. Ik wist dat hij nog iets uit zijn hoed ging toveren. Niet alleen de zin komt van hem, maar ook die €100. Ja, Dirk, dat is een prachtige geste, maar zo ken ik je natuurlijk. Als iemand die we niet verstaan, maar als iemand die heel erg vrijgevig is. En zo hebben we je graag, Dirk van der Merkt. Groetjes aan Ruud, die in een minuut en 45 dat geschenk toch maar verpakt heeft. €100. Dirk, ik denk dat dat meer kan. Boven de 100 moeten we toch geraken voor Theo. Prachtig initiatief. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Het is waar, hè, Gunther? Inderdaad, we kunnen het niet. Want Jo, ook jij hebt het moeilijk gehad in je jeugd. Ja, absoluut. Ik ben ooit eens van een trap gevallen en dat was niet om te lachen. Voilà, dus help alle jonge mensen. Dit was een grap en dit is geen grap meer. Help, help Theo, alle beetjes zijn welkom. Meer dan €100, dat moet lukken. Beste Sinterklaasenaar, laat je beste beentje zien. Er wordt geklopt. Wordt geklopt, ja. Wel doet het niet. Maar het is niemand minder dan de enige echte Veronique. Veronique, kom in. They have just offered €100. Yes, het kan niet binnen in onze decor. De top is too big. Yes. Het is een groot schilderij dat meer waard is dan €100. Dirk, dank je wel. Dirk van den Foyer of Dirk van den Merkt. Veronique en Gunther Lesage, het nieuwe duo, die zullen nu dat schilderij van The Art of Erasing binnenbrengen. Live in de Stadsgebruik op het podium, waar de mensen van Theo met speechless aan het luisteren zijn. Iets meer opschuiven naar hier, dat de mensen het goed kunnen zien. Hier dat schilderij dat helemaal ge-erased is, zoals enkel Veronique dat kan. Dit schilderij, dames en heren, is voor €100 nu al eigendom van de enige echte Dirk van den Foyer of Dirk van der Merkt. Eigendom van jou, beste Dirk. Can I say something? Yes, you can say something, Veronique. In that camera? Yes, or in that camera, you can choose, but pick this one, yes. Hello. It's gonna be very rough, the money, because the day after Wednesday, I'm going to commit suicide. Yes. Just. Voilà. I'm going to bungee jump from a too low plafond. So then the painting will be much more worth the volley. As they say, hey, hello, ça va? Yes, ça va. You have beautiful hair. Yeah, you have a beautiful face. Yes, thank you very much. Okay, I am going to my pelican because he's getting a little bit horny. Thank you very much, Veronique. Legendarische kunstenaar Veronique heeft hier zomaar eventjes vanavond een echt authentiek kunstwerk ge-erased. En dat is €150 voor Theo van Koen van der Merkt. Van de Merkt. En als dat alles goed loopt, zou dat familie kunnen zijn van Dirk van der Merkt? Ik denk dat dat broer zou kunnen zijn. Broederliefde, ja, die nu gekrikt. Ondertussen helemaal voorbij is. Want €50 meer bieden dan je jongere broer of je oudere broer. Dat is pijnlijk. Dat zorgt voor een trieste kerst. Ja. Voilà. Koen van der Merkt, ik denk dat we duidelijk kunnen stellen dat dit schilderij jouw richting uitkomt. Helemaal speciaal voor Theo. Zijn jullie daar blij mee? €150. Voilà, daar kunnen we toch iets voor doen. Bedankt, Koen van den Merkt. Dit schilderij blijft hier staan en zal door uw eigenste broer... €200. €200 Dirk van den Merkt. Dirk van den Merkt. Ja, dit is een familievete die we live op de chat meemaken, dames en heren. Ja. Zotter dan dit wordt het niet in Sinterklaas. €200 door Dirk. En wat Dirk ook er nog aan wil toevoegen, ze schenken het werk aan Theo. Dus dat komt bij Theo terecht. Dus die jongeren gaan zich misschien vanzelf al iets beter voelen door dit
prachtige schilderij. Kan dat aan het onthaal hangen, Matthias? Zeker. Ja? Matthias, de grote fan van Nick Cave, heeft hem daarnet ingefluisterd. Die zegt dat het in het onthaal komt te hangen. €200, Dirk. We gaan het nog 10 seconden laten staan. En dan gaan we het officieel van jou maken. €200. Als Koen er nog iets bij wil doen, dit wordt heel spannend, dames en heren. Hier hangen kerstfeesten van af, of niet. Koen, zet je beste veentje voor. €200 is het hoogste bod, gegeven door Dirk van der Merkt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is officieel, dames en heren. Dit werk is voor niemand minder dan Dirk van den Foyer of Dirk van der Merkt. Een applaus. Bravo. Dankjewel, Dirk. Dankjewel, dankjewel. Mooi, dat komt dus te hangen aan het onthaal bij Matthias in Theo. En dat is nog altijd op het Apostelplein. Neveste Brasserie Sainte-Marie, dat nu... Brass Monkey. Ik vind Brasserie Sainte-Marie een leukere naam dan Brass Monkey. Maar het zal ongetwijfeld een even tof café zijn dan Brasserie. Prachtige momenten heb ik daar meegemaakt. Vertel. Als je misschien tijd hebt, toch mijn laatste boek kopen in het oneindige verhaal. En dat is dan weer in de... In de winkelstraat, de Stationstraat. Stationstraat, ja. Ja, dat is net binnen staat de tijd. Een eindige verhaal, nog altijd. Ja, klopt. Okay, en dat is open. Daar kan je nog je kerstgeschenken gaan halen. Nu. Goed, in ieder geval, het is terug bingo-tijd, dames en heren. Bingo, ja. Bingo, zit je klaar, Guter? Okay. Want het is de laatste keer bingo voor een hele kaart. Een hele kaart vol. Joske Vermeulen, passen, dat mag niet. Nee, helemaal niet. Je mag nog altijd meespelen. Voilà, meespelen is de boodschap. Een volle kaart hebben we nodig. Wat is het volgende cijfer, beste Gunther? Het eerste volgende cijfer is het cijfer 48, Joris. 48 als je scherp stellen op je neus. Voilà, dat is een balletje 48. 48. Prachtig. Het rugnummer van... Juan Lozano. Van een voetballer. Inderdaad. Het volgende winnende cijfer, Joris, is het cijfer 42. 42 binnen 2 jaar. Op 23 augustus 2022 word ik 42, dames en heren. Niks organiseren. Dat mag tegen dat ook al niet meer. 42 is een cijfer. Voilà. En dan hebben we naar jouw leeftijd nu, Joris. Namelijk 40. Inderdaad, 40 ben ik geworden. Voilà. Dankjewel. Voel je al 40? Nee, ik voel mij nog steeds, en zeker in dit pak en met dat hoofddeksel op, 19. Toen ik hier op de broederschool zat. Maar dat ligt te gevoelig. Het volgende winnende cijfer is het cijfer 45. 45, dames en heren. 4 en 5, samen 9, maar het betreft hier 45. En we gaan door voor een volle kaart, dames en heren. We gaan door tot er een winnaar is. Want er zijn prijzen. Mijn dochter wordt krijgt volgend jaar deze leeftijd, namelijk 16. 16 jaar, dames en heren. Yes. Hara wordt 16 jaar. Hara Lesage. Lesage, 16 jaar. Zeer leuke meid. Prachtige danseres. Leuke meisje. Je krijgt nog eens alle cijfers op een rijtje, dat je zeker niet niks kunt over het hoofd zien. Ik heb hier nog een cijfer, Joris, en dat is het cijfer 38. Ook wel bekend als de opvolger van het cijfer... 37. Inderdaad, we hebben het over 38, dames en heren. 38. Dit wordt een legendarisch lange avond. Annie Bosteels, bingo met de hoeken. Ik kan tot vrijdag. De giraf zegt nee. We hebben hier het magische nummer van Jan Vertonghen. Ooit begonnen bij Tielrode. Dat is het nummer 5. Inderdaad. Nummer en dan 5. Naar Nieuwkerkenwaas. En dan, ja, the sky is the limit. Niet het programma, maar wel zijn carrière. En dat eindigt zomaar eventjes. Waar speelt Jan Vertonghen nu? Jan Vertonghen speelt nu bij Benfica, denk ik. Benfica in Lissabon. En dan hebben we hier het ook weer een magisch nummer. Er is blijkbaar een volle kaart. Aha. Wat nu? Ik heb bingo, volle kaart. Nee, er is nog geen volle kaart. Ik heb bingo met de hoeken, maar giraf zegt nee, zegt Annemie Bosteel. Dat zijn rare zinnen die alleen onze jury kan verstaan. Nee, maar als de giraf nee zegt, jury, dan is het gewoon nee. Juist is. Je moet gewoon op de bingo-knop klikken en dan heb je bingo als je natuurlijk een volle kaart hebt. Dat zegt Tom van Bavikoven ook. En we hebben hier het cijfer 24. 24, dames en heren. 24. 2 en een 4. Ja, dat zijn namelijk alle uren van een... Van deze show. Van een dag. Van deze show ook, ja. Voilà. En een mooie reeks ook met Kiefer Sutherland. Ken je die nog? Kiefer Sutherland. Ja. 8 reeksen gemaakt waar er zeker 6 te veel waren. Inderdaad. Vier van
Donald Sutherland, die dan weer dezelfde naam heeft als... Donald heeft dezelfde naam als de voormalige president van de Verenigde Staten. Voilà. We hebben hier cijfer 3, Joris. Cijfer 3, inderdaad. Legendarisch nummer. De leeftijd van mijn jongste zoon volgend jaar. Oh, op 2 oktober wordt Nero, onze jongste zoon, 3 jaar. Cadeaus zijn niet nodig, maar die neeffase mag wel eens eindelijk gedaan zijn. Joris, nog 2, zegt Hanna. Nummer van Eden Hazard, uiteraard. Nummer 10. Spelverdeler, want dat is ook Gunter Lesage bij de veteranen van Vosheijnaert. Speel je daar nog? Ja. Nee, speel ik niet meer. Nee, veel goals gemaakt met de punt van zijn schoen. Dat is makkelijk natuurlijk, dat doen veteranen graag. Goed, nog 2 te gaan, Harlinde. Blijven volhouden, volle kaart. Het volgende cijfer is cijfer 29. Mijn keel is zo droog. Sven de Puisteler zegt, als Joske wint, dan kom ik simpel. Haha. Dan kom ik simpel. Kom 29 simpel. Is het volgende cijfer, Joris. Ja, 29. 29. 29, dames en heren. Heb ik hier bijna Nathalie Verhofstede. Nathalie, even volhouden nog. Bijna nog 1. We hebben hier het cijfer 25. Zijn mijn vrouw ook vanuit. Jij zei al simpel. 25, dames en heren. 25. Dat is... 25. Ja, de helft van 50. Inderdaad. En, wat ben je een rekenwonder, Joris. Ja, dankjewel. Ik heb hier nog een cijfer. Staat allemaal niet stil, dames en heren. Dus het cijfer 12. 12. Dat is heel toevallig. We verliezen hier kijkers met een minuut. Hadden we het cijfer 24 en 12 is natuurlijk 12. En dat, 24. Dat was ooit je liefde van je dochter. Het is bingo! Aha, bingo! Harlinde! Zou een bingo hebben. Even checken nog. We blijven rustig. Is de vriendin van Joske Vermeulen. We blijven rustig en we gaan al eens kijken naar de prijzenkast. Ja. Want als dit een winnaar betreft, dan hebben we hier te maken met de laatste winnaar van het bingo-spel. Harlinde. En dat is eindelijk een vrouw. Namelijk. Maar je moet het natuurlijk niet op voorhand zeggen, want deze tijd zijn er zelfs jongens met vrouwennamen. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus, of vrouwen met jongensnamen. Ja. Ontbreekt hij mij weer? Onderbreekt hij mij weer? Nee, het wordt dat Gunter. Want ik zie dat je duizelig wordt. Dus ja, inderdaad. Dat is van te weinig slaap, maar ook van te weinig eten en te weinig drinken. Als artiest zijn het moeilijke, moeilijke tijden. Gaan we nog eens aan het rad draaien, joh. We gaan nog eens voor Harlinde. Ik sta te popelen. Voilà. Kan jij zeggen, jij bent eigenlijk West-Vlaam, kan jij zeggen Harlinde? Harlinde. Harlinde, we gaan aan het rad draaien. Voilà. Goed gaan stage. Hoppakee. Voilà. En we hebben al een meter cultuurboeken gehad. En we hebben al een atlas van Mercator. Maar de tijd staat niet snel. Stil, stil. We gaan kijken. Dames en heren, Harlinde. Jij hebt niks meer, maar ook niks minder gewonnen. Daan. 8 flessen. Bijna champagne. Dames en heren, bijna champagne. Dat betekent... Bijna champagne. Voilà, betekent, dat is... Het zijn deze prachtige flessen van het merk Bubbly Fiesta. Ook wel Bubbly Fiesta, als... dames en heren. Bubble Fiesta. Harlinde, je kan het komen halen. Die 8 flessen. Die kan je komen halen tijdens de kantooruren hier op het cultureel centrum in Sint-Niklaas. En dat is nog altijd in... In Sint-Niklaas. Sint-Niklaas, de stad met de grootste markt van België. Ja. Maar wat doen ze ermee? Joost mag het weten. Ah, maar er komt verandering, hè? Klopt, zeg, vertel mee. Op de markt gaan ze heel veel bomen zetten, heb ik van iemand vernomen. Van wie heb je dat vernomen? Dat weet ik niet meer. Conor Rousseau zal straks door die deur komen. Ja. Of misschien uit de kast komen. Wie zal het zeggen? Je kan het zo gek niet bedenken. Of het gebeurt vanavond hier... In Sint-Niklaas, op het podium. Hij kon er niet bij zijn. Hij kon er niet bij zijn, want hij is nog bezig aan... Aan de slimste mens, denk ik. Klopt, vanavond in de slimste mens. Allee ja, Swat, is dit er nog niet uit? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Voilà. Afscheid. Inderdaad. Joris. Ik heb nog nooit iemand zijn eigen afscheid zo prachtig zelf zien inluiden als ik zag het al half uur naar de camera, maar Gunter, jij kan niet lezen. Nee, inderdaad. Ja, heb ik nooit geleerd. Gunter, er is een tijd van komen, maar er is ook een tijd van gaan. En de tijd van gaan is... Is gekomen, maar je gaat niet met lege handen naar huis. Ik neem een bingo-apparaat mee. Je eet het mee. Gunter, ik vond het heerlijk dat jij er was. Ik zou je graag knuffelen. Maar het mag niet. Nee. Dus Gunter, geef een elleboog. Wanneer is de eerstvolgende keer dat we jou op de planken kunnen zien als alles goed loopt? Wel, als alles goed loopt, hoop ik hier te kunnen staan ergens in de lente van 2044. Nee, 2044 is geen getal meer voor de bingo. Ik hoop 2021. Okay. Want dan ga ik een voorstelling spelen. En die heet Vroeger
was de toekomst beter. Voilà, en ik hoop dat dat bewaarheid wordt in de vorm van Gunther Lesage. Gunther, ik vond het heerlijk. Ik ook. Blijf je nog even bij ons? Ja. Nee, graag. Mag eigenlijk niet, want nee, ik moet weg. Ik moet weg. Door die deur? Neem de deur. Ja. En tot ziens. Als de weer weer gaat, ik hoop dat je parkeergeld in je parkeermeter gestoken hebt, want hier dat is zeg het mij nu. Betalen dat zeg je mij nu. Tot 12 uur vannacht. Dat zeg je mij nu. Sinterklaas. Dag Anne, dag Matthias. Veel succes met Theo. Voilà. Dag iedereen. Neem afscheid, zoals het een echte afscheidnemer betaamt. Tot ziens. Veel succes in de culturele sector. Dankjewel. Tot in 2021. Dag. Gunther Lesage. En maak er iets van. Hup, doe een trucje met een bal. Doe een trucje met een bal. Een trucje met de bal natuurlijk. Voilà. De fit, echte veteraan. Hopla. Daar zie je. Dames en heren. Tot ziens. Echt gebeurd. Dag Gunther Lesage. Tot ziens. Broer van Dieter, Peter en Friedel. Eindelijk is hij er niet meer. Vanaf donderdag is er iemand anders. En gelijk heeft hij. Gunther Lesage was dit. Donderdag is er meer volk, maar nu is het tijd voor reclame. Eindelijk reclame. Goeiedag, ik ben Joost van Theater Tiret en ik ben volop bezig aan de nieuwe voorstelling van Theater Tiret. Eindelijk nog eens een nieuwe voorstelling in dit bijzondere, uitzonderlijke jaar. Dus het kan niet anders dan dat dit ook een bijzondere voorstelling wordt. We gaan ze spelen buiten, in open lucht, op pleintjes in Sint-Niklaas. Een voorstelling vol vuur, en dat mag u gerust ook letterlijk nemen. Een voorstelling over afscheid en rouw. Ook over de dood, maar toch vooral over het leven. Over de kleine, mooie dingen in het leven, over de grote vragen in het leven. Een voorstelling met topacteur Hans van Kouwenbergen. Ikzelf als poppenspeler en dat maakt de voorstelling ook zo bijzonder en uitzonderlijk, een warme luchtballon. Jawel, een hartverwarmende voorstelling over het leven met een warme luchtballon. Dus, ik zou zeggen, heel zeker komen kijken. Vanaf het kan, vanaf het mag, hopelijk in februari al. De nieuwe voorstelling van Theater Tiret. Tot dan! Op 26 januari komen we bij jou in de huiskamer, want dan zal het collectief en ikzelf, Lisbeth de Vos, een voorstelling voor jullie brengen, livestream. La revue syndicale trimestrielle. Yes. Een rokerige Berlijns cabaret van de jaren 1920. Dus zet die whiskyfles maar al klaar. Hallo. Ik ben Jimmy de Wit van Belpop Bonanza. U kent ons misschien, wij maken theatershows over de Belgische popgeschiedenis. Ik ben heel blij om aan te kondigen dat wij een Belpop wandeling gaan maken over Sint-Niklaas. Een volledig coronaproof wandeling waarbij we u langs de meest interessante Sint-Niklaasse Belpop plekken loodsen. Het is volledig gratis
Het enige wat u nodig hebt om deel te nemen is een smartphone om onderweg een QR-code te scannen. En als u die code scant, verschijnen wij in beeld. Wij, dat is ikzelf en mijn goede vriend Jan Delvaux. En dan geven wij u via de smartphone een kundige uitleg over die locatie. Prachtig. Jawel, het is nog niet gedaan, dames en heren, beste kijkers. Integendeel, we gaan er nog even een lap op geven. U zag net wat er allemaal nog te wachten staat op cultureel gebied, want de Stadsgouwburg of het cultureel centrum van Sint-Niklaas is natuurlijk ook wel echt een fantastische plek die voor elk wat wils zorgt in deze barre tijden. En dus ook deze show, CC Varieté. U hebt het al gezien aan de bumper die we net lieten zien. Het is tijd voor een nieuw onderdeel van deze show, die overigens ook helemaal gloednieuw is. Want elke zichzelf respecterende culturele show heeft publiek nodig. En als je dat niet hebt, heb je wel pers nodig. En als je pers wilt, dan moet je een recensent vragen. En recensenten zijn vervelende mensen. Dat is zo, dat is jammer. Maar daar hebben wij verandering in gebracht. Want recensenten zijn ook maar gewoon mensen. En wij hebben een prachtig duo op de kop kunnen tikken die hier live aanwezig is. Poetry Pigeon, zo heten ze. En we laten ze graag aan het woord. Ze zitten hier als enige in deze voor de rest lege zaal. En daarom vraag ik: hey, recensenten! Na deze show, wat voelen jullie? Geen vrees! Want we reden naar de maan. En hoewel dat we uiteindelijk in Spanje zijn gevallen, muchas gracias, successios, aquasingas, aquacongas, chica, chicos, beso, peso, muy bien, ocho, Valencia. Oh, let's stop this. Let's erase this. Wie niet weg is, is gezien. Het ging hier toch om Sinterklaas. Ja, natuurlijk. Niet? De Waase 10 om te zien. Laat ons blijven hangen. Aan palen, aan elkaar, aan banken. Tussen stuiterende bingoballen. Wie heeft zwaartekracht nodig om te dansen? Wij trekken elkaar aan. Alles is welkom. Wij zijn ook maar twee astronauten die 2 uur en 45 minuten proberen vatten in woorden. Philemon. Eurydice. Challenges. Refu Interim. VZW Theo. En iedereen buiten deze muren. Iedereen die een filmpje stuurde. Die wij dan moesten recenseren. Maar die wij enkel met ons hart vol, liefdevol kunnen eren. En daar worden wij gelukkig van. Van hier tot het Hendrik Heijmanplein. En in deze zaal, bevreesd in deze zaal, zelfs al is ze kilometers diep, zijn wij nooit als wij best fan zijn. Fantastisch, Poetry Pigeon. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn ze hier donderdag gewoon terug, als alles goed loopt. Fantastisch duo, ze hebben dat geweldig gedaan. Merci voor deze, ja, voor de beste recensie die ik ooit in mijn leven gehad heb. En ik heb er wel gehad, maar het waren eigenlijk zelden positieve recensies. Dus merci, Poetry Pigeon. Dames en heren, ik moet zeggen, ik zit hier nog met twee mensen in mijn living en ik wil die eigenlijk weg. En ik kan dat niet anders dan zeggen, lieve Matthias, lieve Anne, merci om te komen. Merci voor jullie fantastische initiatief dat Theo heet op het Apostelplein. Naast, ik vergeet altijd die naam. Wat is die naam? Brass Monkey. Brass Monkey, dat is een slechte naam. Dat is echt officieel een slechte naam. Maar dat is niet erg. Theo is een goede naam en een nog beter initiatief. Maar ik wil bedanken om tot hier te komen. Heel veel succes, fijne kerstdagen en hopelijk een beter 2021 voor iedereen die bij jullie op bezoek komt. Voilà, en jullie mogen nu door deze deur met een sprongetje misschien. Voilà, prachtig sprongetje, mooi. Dank u wel. Voilà, met een mooie rok. Dank u wel. Voilà, Anne, jij mag ook een sprongetje wagen. Voilà, prachtig sprongetje was dit. Het gaat jullie goed. Ja, ciao. Voilà,
Matthias en Anne waren dit van VZW-Theo, die net zomaar eventjes €250 gekregen hebben voor en dit schilderij om in hun onthaal te hangen. Dan is het nu tijd aan mij om te zeggen dank u wel om te kijken. Dank u wel, technische ploeg, om hier alles vlekloos te laten verlopen. Fantastische technische ploeg van het Cultureel Centrum van Sint-Niklaas, VZW Cirque, om alles zo vlekloos te laten verlopen. Alle mensen die hier aan meegewerkt hebben, alle mensen die hier iets voor gedaan hebben, merci. Wij zijn er donderdagavond terug met hetzelfde startuur. Nauwelijks hetzelfde einduur. Als u het te lang vond, misschien dat we donderdag daar nog 5 minuten afpietsen. Het begint ook om 8 uur met een andere sidekick die iets heeft met Sint-Niklaas of een band had met Sint-Niklaas. Ik kan nog niet zeggen wie of wat het is, maar zeker kijken is de boodschap via uw favoriete streamkanaal. Ik ben heel moe, ik ga wat bier drinken. Maar ik ga ook nog zeggen dat na mijn woordje van afscheid er nog een heel streamconcert aankomt van de Sint-Niklaas band Filemon, die daarnet een nummer speelde dat How Do You Do heette. En How Do You Do was ook een nummer van Roxette, dat dan weer in zijn voorprogramma Clouseau had. En Clouseau heeft als frontman Koen Wouters, en dat is mijn all-time favorite idool, naast Anthony de Klerk, want daar heb ik mee in de catechese gezeten toen ik 12 jaar was. En plots kwam hij niet meer en dan bleek waarom, want hij was ontvoerd. Dat is echt gebeurd, geef ik zomaar eventjes als een soort uitsmijter mee. Daar heb je daar ook nog iets aan deze avond. Wat mij betreft, dank u wel om te kijken. Donderdag zijn we er terug, 17 december. Stuur alvast jullie filmpjes in en dan kunnen we dat laten zien. Wat mij betreft, dank u wel om te kijken. Geniet van het streamconcert van Filemon. Tot donderdag. Slaap lekker en hou het veilig en gezond. Merci iedereen. Don't you know I'm out there almost drowning in fear that I might be falling in love with you. Please don't show your feelings to me, 'cause they'll hurt me. I prefer words said so absurdly I can laugh out loud. We said goodbye and I didn't fight it. I tried to be mad, I felt like shit up until today. You never meant to stay until tomorrow. You only meant to stay. Stay until tomorrow.
sack the other day. Can I convince you now that we'll make it anyhow? My mind is playing tricks on me because of you. Can I apologize for looking into your eyes? I'm always looking for an easy way out, never think about what's coming. Time takes life greedily.
like you've been waiting for this day to come. Thank you.
for ourselves. Where we gonna hang out? Nothing too fancy, but with some shelves, so we don't have to put things on the ground. Big enough for the two of us.